Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook de mensen die het vanaf een andere plek vandaag volgen. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Goedemorgen, meneer Borger. Goedemorgen. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer Borger, vandaag staat in het teken van de certificering en toelating van de VIRA, de V250 zoals die ook wel wordt genoemd. Een nieuw type trein werd gebouwd en die moest aan bepaalde eisen voldoen. Zo werkt het altijd. En om te controleren of dat ook het geval is, wordt er door een onafhankelijke keuringsinstantie een oordeel geveld. Want die onafhankelijke keuringsinstantie moet die trein certificeren. In het geval van de VIRA was die onafhankelijke instantie Lloyd's Nederland, ingehuurd door Ansaldo Breda. Die certificering is de basis voor de toelating van de trein op het Nederlandse spoor. En de toelating gebeurt uiteindelijk door de inspectie voor de leefomgeving en transport. Wij noemen het in het verhoor de inspectie, het is de ILT. En meneer Borger, aan u willen wij met name vragen stellen over het certificeren van de trein. Want u was namens Lloyd's Nederland projectleider certificering voor de VIRA van juni 2004 tot december 2008, toen een collega het van u overnam. In de eerste jaren heette het nog Netrain Consulting, een onderdeel van het NS-concern. Maar voor het gemak spreken wij in dit verhoor over Lloyd's. In een latere fase heeft u ook nog een rol gespeeld, want in 2011 en 2012 heeft u de vervoerder, HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer tot stand te brengen. Die vervoerder heeft u nog ondersteund bij de aanvraag om uiteindelijk een vergunning te krijgen van de inspectie, de toelating door de ILT. En wat wij met elkaar doornemen vandaag is behoorlijk technisch en ook best complex. Het luistert nauw. Dat maakt dat onze vragen heel gericht zullen zijn. En aan u dus ook het verzoek om ons gericht en concreet van antwoorden te voorzien. Okay. Anders wordt het namelijk niet duidelijk. En het is heel belangrijk dat dit onderwerp goed duidelijk wordt. Als eerste geef ik het woord aan mevrouw Bergkamp. Meneer Borger, het keuringsproces dat de keuringsinstantie moet doorlopen wordt bepaald door Europese wet en regelgeving. En bestaat uit twee onderdelen. Het certificeren van het ontwerp, het testen van het prototype, het standaardtype. En daarnaast, het tweede onderdeel, is het certificeren van de productie van de treinen. Daarbinnen kan gekozen worden voor verschillende modules. Wie bepaalt nou de keuze voor die modules? Ja, de modules zijn inderdaad, zoals u zegt, vastgelegd in de Europese wetgeving. Dat zijn eigenlijk algemene richtlijnen die voor meerdere producten gelden, dus ook voor treinen. Voor de treinen zijn een aantal specifieke modules voorgeschreven. Die zijn voorgeschreven in de TSI's, in dit geval de TSI's rolling stock. Dus de technische specificaties, interoperabiliteit, dat zijn de eisen die gesteld worden aan de treinen. Precies, dat zijn de Europees vastgelegde specificaties. Daarin is ook vastgesteld dat de opdrachtgever voor de keuringsinstantie, de notified body in het Engels, bepaalt welke modules worden toegepast. Is het zo dat Lloyd's, de notified body, daarbij adviseert? Wij adviseren daar niet in. U adviseert daar niet in. Het is dus aan de fabrikant zelf om te bepalen de wijze waarop gecertificeerd wordt. Dat is zo. En in dit geval is dat de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda die bepaald heeft
hoe er zeg maar gecertificeerd wordt. En Lloyds heeft geen adviserende rol. Ja, in dit geval heeft Anselm de Breda ons verzocht om een offerte uit te brengen voor certificeringswerkzaamheden. In die tijd nog door Netrin Consulting inderdaad. En daar hebben wij gewoon de vraag gekregen om die modules aan te bieden. Dus het is eigenlijk een commerciële opdracht vanuit Anselm de Breda aan Lloyds om te certificeren. Het is een opdracht, ja. Zoals gebruikelijk, ja. Als het gaat over het certificeren van het productieproces, het certificeren van de productie van treinen, dan is er niet voor gekozen om de afzonderlijke treinen te keuren. Er is voor gekozen om het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen. Klopt het dat er wel gekozen had kunnen worden om alle afzonderlijke treinen te keuren? In principe kan dat. De modules die daarvoor gelden zijn de SD-module of de zogenaamde SF-module. Typisch van de SD-module is dat je het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt en de SF-module, daar check je dus elke trein. Ja. Het had dus gekund dat de individuele treinen afzonderlijk gekeurd zouden worden. Dat was een mogelijkheid geweest. Daar is niet voor gekozen. Er is voor gekozen om het kwaliteitsmanagementsysteem te testen. Maar weet u ook waarom daarvoor gekozen is? De keuze daarvoor is in de branche de meest gebruikelijke keuze. Ik ken eigenlijk bij ons geen andere projecten die gebruik maken van die module waarbij je iedere trein keurt. Ook in de regenkeuring spoorvliegtuig of de RIS wordt ook verwezen naar de SD-module voor nationale eisen. Het feit dat er niet gekozen is om de individuele treinen zeg maar te keuren, daar is niet voor gekozen omdat dat niet gebruikelijk is in de sector, zegt u. Het is in de sector niet gebruikelijk. Het is wel zo dat de Europese coördinatiegroep van keuringsinstanties, die heeft aangegeven dat als er wordt voor gekozen om het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen, dus niet de afzonderlijke treinen, dat er eigenlijk over het algemeen sprake moet zijn van grote aantallen producten en identieke producten. Dus dat als je kiest voor het beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem, dat dat eigenlijk het meest relevant is als het gaat om grote aantallen, identieke aantallen. Herkent u dat? Ik herken het dit niet. In de regelgeving voor treinen is daarover niets vastgelegd. Er staat ook niets over hoeveelheden treinen die seriematig geproduceerd moeten worden en in relatie tot keuze van keuringsmodules. Ja, dus u zegt, ondanks dat die Europese coördinatiegroep van keuringsinstanties zeggen van nou, wij adviseren eigenlijk, we geven eigenlijk de aanbeveling mee dat als het gaat over de keuze om het kwaliteitsmanagementsysteem te kiezen en niet de afzonderlijke treinen te keuren, dat er sprake moet zijn van grote getalen, dat herkent u niet. Dat is niet iets wat bekend is bij. En ik vraag me ook af wat nu in relatie tot treinenproductie een groot getal is. Er was hier natuurlijk sprake van een serie van 19 stuks. Ja, in eerste instantie 12 en uiteindelijk 19. Dat vergelijkend met de ICE-3M bijvoorbeeld, de meersysteemstrein die ook in Nederland rijdt, daarvan zijn er slechts 17 geproduceerd. En daar is ook deze module, daar zijn ook dit soort modules toegepast. Ik vat het even samen wat u zegt. De regelgeving over hoe het certificeren moet plaatsvinden is afhankelijk van Europese wet en regelgeving. Het bestaat uit twee onderdelen, het certificeren van het ontwerp, het certificeren van de productie van treinen. Er is niet voor gekozen om de afzonderlijke treinen te keuren, omdat dat, zegt u, niet gebruikelijk was. En ik heb u ook voorgehouden dat er een Europese coördinatiegroep is van keuringsinstanties, die eigenlijk zeggen, dat moet je eigenlijk alleen doen, het keuren van het kwaliteitsmanagementsysteem, als het gaat om grote aantallen. En u stelt de vraag, 12 of 19, is dat een groot aantal? Vat ik u goed samen zo? Ja, ik ken daar de overleg of de adviezen van die overlegorganen van keuringsinstanties ken ik niet. Er is in ieder geval niet voor gekozen om de afzonderlijke treinen te keuren. Dat kunnen we met elkaar vaststellen. Kijk even naar mijn collega. Dan gaan we naar de keuring van het ontwerp. De keuringsinstantie Lloyds heeft getoetst of het ontwerp van de Vira, het ontwerp van de trein, voldoet aan de wettelijke eisen. Mm-hmm. En Lloyds kijkt daarbij naar het informatiedossier, naar de testrapporten, de berekeningen. En Lloyds is ook aanwezig geweest als getuige bij een aantal testen. Als we nou kijken naar de hoeveelheid werk en de verdeling, kan je dan zeggen dat de keuringsinstantie Lloyds, als het gaat over de keuring van het ontwerp, dat het toch vooral het bekijken is van rapporten en niet zozeer het kijken in de praktijk? Nou, je moet je voorstellen, dat gaat gefaseerd. En in eerste instantie is er geen trein, de industrie is dan bezig met het ontwerp. De documentatie die je dan krijgt heeft voornamelijk te maken met
tekeningen en berekeningen en dat soort zaken wat geverifieerd moet worden. Gaandeweg komen er steeds meer componenten gereed, vinden componenttesten plaats en gaat Lloyds ook die componenten testen bijwonen en beoordelen. Dus u zegt het begin, dan is er nog geen trein. Nee. Dus dan bekijk je met name de tekeningen en, ja, en het ontwerp, hè, dus het papier, zeg maar. Ja. En vervolgens, als er steeds meer een trein ontstaat, dan ga je ook wat meer kijken naar de trein zelf in de praktijk. Ja, dat klopt. Als we kijken naar het ontwerp van zo'n trein, het is misschien lastig om aan te geven, maar hoeveel percentage kijk je dan ook daadwerkelijk in de praktijk naar die trein? En hoeveel percentage kijk je meer naar de rapporten, de testrapporten? Nou, ik heb zelf daar geen calculaties op gedaan, maar ik schat ongeveer, dat we, ja, 30% van onze tijd zeker besteden aan het witnessen en het bekijken van de testen. Ja. Ja. In de type testfase dan. Hè? Ja, dus ja, zeg maar 70% vooral het beoordelen van de rapporten, de berekeningen, ontwerp en 30% wat meer, ja, kijken. Het beoordelen in de praktijk van rapportage hoort overigens ook bij het beoordelen van de testrapporten die we krijgen naar aanleiding van de testen die gedaan zijn, ja, natuurlijk. Het is niet zozeer dat het alleen maar rapportage beoordeeld wordt aan het begin van het project, maar ook aan het einde, juist als de resultaten beschikbaar komen. Ja, hoe beoordeelt u die testresultaten, of dat klopt? De testresultaten worden gelegd tegen de wettelijke regelgeving. Zoals ik al zei, de TSI's. De technische specificaties en interoperabiliteit. Die, ja, verwijzen weer naar onderliggende regelgeving, veelal technische normen. En in die normen worden specifiek die testen voorgeschreven en de afkeurcriteria die daar gelden. Dus u test, zeg maar, u vergelijkt de rapporten met de wettelijke eisen. Ja. Maar hoe weet u dat wat er opgeschreven wordt, of dat ook klopt? Dan heeft u het over zeg maar, de testrapporten. Of de test goed is uitgevoerd. En, ja. Nou, daar zijn ook weer regels voor. In de Europese Unie is het zo dat een testinstantie onafhankelijk geaccrediteerd kan zijn. Volgens EN17025 is de norm. Als dat zo is, dan kun je ervan uitgaan dat de rapportage van zo'n onafhankelijk testinstantie valide is. Dus Ansel de Breda moet geaccrediteerd zijn om zelf testen uit te voeren? Ansel de Breda liet testen uitvoeren. Onderleveranciers van Ansel de Breda lieten testen uitvoeren bij geaccrediteerde testinstellingen. Als een fabrikant of een testinstelling niet is geaccrediteerd, moet je als noodboder erop toezien dat het onafhankelijk gebeurt. Dus in dit geval, ik vat het af en toe soms samen, omdat het anders te complex misschien wordt. Ansel de Breda is niet geaccrediteerd om, zeg maar, onafhankelijk testen uit te voeren. Klopt. En daarvoor vroegen ze Lloyds erbij om te witnessen, om te getuigen bij de testen. Ja, in mijn periode, dus het vooral tot eind 2008, zijn er ook diverse specialisten van ons voor die testwitnessing naar Italië geweest en onder andere ook naar Velim, waar de testring lag, om dat soort testen bij te wonen. Het is dus niet verplicht om bij de testen te zijn, behalve als de fabrikant zelf niet geaccrediteerd is. Nou, dan moet er iemand bij zijn om te kijken, bijwonen zijn die testen goed? Bijwonen is niet expliciet verplicht, maar je moet verifiëren dat de fabrikant een onafhankelijk testorganisatie heeft in zijn organisatie, dat de specialisten voldoende zijn opgeleid om die testen uit te voeren, dat de resultaten goed worden vastgelegd en normaliter voer je dan ook nog een witnessing van die test uit. Ja. Hoeveel testen is Lloyds aanwezig geweest? Ja. En hoeveel niet? Om een beetje een beeld te krijgen. Nou, daar kan ik niet een antwoord op geven. Ik kan wel zeggen dat bij alle zeg maar belangrijke testen die ik uit mijn periode kende, wij bij zijn geweest. Onder andere bij een grote botsproef in Polen, volgens mij, waarbij er op volle schaal een botproef heeft plaatsgevonden met een neus van een trein. Ook bij drukproeven in Italië, waarbij een complete bakconstructie op belasting werd getest. We zijn geweest bij vermoeingsproeven van het draaister, waar we moeten voorstellen dat een 3 maanden een duurproef gedaan wordt, waarbij een compleet draaistel wordt belast. Daar zijn we allemaal bij geweest. Ja. Maar het is zo dat Lloyds erbij is, maar het is niet zo dat Lloyds, zeg maar, zelf de test doet. Nee, Lloyds voert zelfs geen testen uit. Nee, een notified body in ons geval ziet toe op het doen ziet van toe testen. Toe op de testen. Ja. En u zegt, vanuit uw ervaring weet u dat Lloyds in ieder geval bij 3 testen aanwezig is geweest? Nou, bij meerdere. Ik heb 3 voorbeelden genoemd. Ja. Zijn er dan nog meer voorbeelden? Nou, zeker in de periode nabij, waar mijn collega het project heeft overgenomen, is er gedurende 3 jaar getest met treinen in Nederland.
Daar moet je voorstellen dat er een complete proef is gedaan om de loopeigenschappen te testen. Dat is een proef waar een maand wordt rondgereden op diverse spoorsituaties die zich kunnen voordoen. De trein volledig is geïnstrumenteerd door DB Systeemtechniek, een gerenommeerde bureau op dat gebied. En waar we 5 wielstellen volledig zijn geïnstrumenteerd. 1 wagon is uitgeruimd, voorzien van een complete meetinstallatie. En ongeveer een meetploeg van 4-5 man van DB Systeemtechniek permanent aanwezig is. Ja, dus ik kan zeggen dat in ieder geval in uw tijd bij alle belangrijke testen Lloyds aanwezig was. Maar U heeft ook zeg maar gecheckt na uw tijd, heeft dat ook plaatsgevonden? Ja, belangrijke momenten was Lloyds bij de testen. Ik heb natuurlijk bij mijn periode na 2011 de rapportages van mijn collega gezien. Die moest ik namelijk, kom misschien straks op, doorgeven aan de inspectie. En ik heb daar ook gezien dat dat heeft plaatsgevonden. Wie bepaalt nou welke testen uitgevoerd moeten worden? Is dat aan de fabrikant zelf? Nee, in de TSU vindt u eigenlijk precies welke type testen uitgevoerd moeten worden. Dus dat staat allemaal vast, welke type testen, dat is allemaal vastgesteld. Ja. Kan het nou ook zo zijn dat u als keuringsinstantie ook gaat vragen om aanvullende testen? Heeft u die bevoegdheid? Nee, we hebben in principe niet die bevoegdheid. We kunnen natuurlijk wel, als we dingen zien die niet goed gaan, vragen om herhaling van die testen. Of als wij vinden dat een test in een bepaalde omstandigheid uitgevoerd zou moeten worden die niet in het programma zit, kunnen we daar een aanvulling. Nou, dat kunt u wel. Ja. Heeft dat ook plaatsgevonden in de tijd dat u verantwoordelijk was? Jazeker, volgens mij wel. Ja, wat voor testen moesten herhaald worden of aangevuld worden? Het ging meestal zo dat wij de testprogramma's van tevoren ter beoordeling kregen. Ja, dus een draaisel-vermoeiingsproef kregen wij ter beoordeling. Wij verifieerden bijvoorbeeld de plaatsing van de instrumentatie op zo'n draaistelframe in relatie tot de eerdere berekeningen die we al gecheckt hadden. Onze specialisten die geven dan aan van, nou ja, oké, ik zou hier nog wat extra instrumentatie plaatsen. Ja. En kwamen daar ook zorgen uit of eigenlijk niet? Nee. Uit de testen waar u bij bent geweest, dacht u van, nou, dit is een goed ontwerp. Nou, het is een normale ontwerpproces wat ik ook ken van andere treinen. U zag daar in dat proces geen opvallendheden? Nee. Kan de ILT nou eigenlijk ook nog bepalen om testen uit te voeren of om aanvullende eisen te stellen? Kan dat? De inspectie? Ik weet niet of dat qua wetgeving kan. We maken wel regelmatig mee, in dit project heb ik niet zo gauw een voorbeeld, maar we maken wel regelmatig mee dat de ILT nog aanvullende vragen stelt of dat er toch nog iets extra's wordt beproefd. Dat is ook gebeurd in uw tijd? Nou, ik heb natuurlijk in de tijd van de type beproevingen tot en met het testrijden in Velim, tot en met vrijgaven van het testen voor testen op het Nederlandse net heb ik gewerkt. En de ILNT was daar min of meer volgend, omdat het terrein eigenlijk nog niet in Nederland was. Ja, dus in die periode heeft u ook weinig contact in feite gehad met de ILT, de inspectie? Nee, de ILNT is daar, hebben wij continu op de hoogte gehouden van de voortgang. Ja. Vooral in het voortraject van de certificering hebben we veel overleg gehad met ILNT om met name de regelgeving vast te stellen. U moet zich voorstellen, de regelgeving waarop getoetst moest worden voor de Hazel Zuid was op dat moment helemaal niet zo helder in wettelijke zin. Ja. En de aard van de gesprekken tussen u en de ILT, de inspectie, ging met name over de wet en regelgeving. Waar moet je nou op keuren? Dat is een aanvang van het project geweest, maar natuurlijk voor de verklaring van geen bezwaar die ILT heeft afgegeven om te mogen testen in Nederland. En dat was ongeveer het einde van mijn bemoeienis. Voor de duidelijkheid, de verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven door de inspecties, eigenlijk toestemming om testritten te kunnen doen. Om testritten te kunnen doen. Dat is eigenlijk een soort voorlopige vergunning. Dat heet de verklaring, maar in wezen is het een instemming van ILNT. Ja, de trein is veilig genoeg om testritten te gaan doen. Vooruitlopend daarop heb ik natuurlijk vrij veel gesprekken gevoerd met ILNT om zeg maar mijn dossier daar toe te lichten. Ja. Ik vat dit onderdeel even samen. Als het gaat over het keuren van het ontwerp, dan heeft u aangegeven dat ongeveer 70% van de tijd gaat op aan het beoordelen van de testrapporten, de berekeningen, de tekeningen. Vooral het begin van het proces is er nog geen trein, dus dan ben je daarvan afhankelijk. Maar in de loop van de tijd komt die praktijk wat meer te kijken, of komt wat meer tevoorschijn. Ongeveer 30% van uw tijd besteedt u aan de praktijk. Ansel de Breda was niet geaccrediteerd om onafhankelijk testen te doen. Hmm. Dus Lloyds was aanwezig om te witnessen, te getuigen bij een aantal testen. Nou, u noemde 3 voorbeelden. En u heeft ook aangegeven dat Lloyds aanwezig was op belangrijke momenten. Ja. En ook na uw tijd heeft u dat aangegeven.
En dat eigenlijk alles waar je op test, waar je naar kijkt, dat dat eigenlijk allemaal bepaald wordt door de Europese wet en regelgeving. De zogenaamde technische specificaties interoperabiliteit. Dat zijn de technische eisen waar de trein, het ontwerp en de treinen aan moeten voldoen. Ja, in feite natuurlijk, dat geldt dan, Europese regelgeving geldt voor het notified bodywerk. Voor het conventionele net in Nederland heb je natuurlijk ook nog de Nederlandse regelgeving. Ja, en nog even voor de mensen, notified body is een ander woord voor keuringsinstantie. Is een ander woord voor Lloyds in dit geval. Ja, net een consulting in het begin ja. en Lloyds na 2006. Ja. Ik geef het woord aan mevrouw van Torburg. U gaf aan, soms is er aanleiding geweest om toch nog even verder te testen. Zijn er nou ook momenten geweest waarop werd gedacht, we kunnen een tandje minder testen? Of we slaan een test over? Nou, feitelijk niet. Okay. Nee, het aantal testen en de specifieke testgevallen zijn over het algemeen voorgeschreven door de regelgeving. Het zijn allemaal technische eisen die zijn gesteld. Om een goed beeld te krijgen, is het nou zo dat er een lijst eisen is waarbij wordt aangemerkt, afgevinkt, zou je kunnen zeggen, van nou, deze eisen, daar is allemaal aan voldaan. Moet ik het zo zien? Ja, we hielden een complete checklist bij van alle eisen. Daar zaten natuurlijk de nationale eisen in en de Europese eisen vanuit de TSI's. Die eisen hadden wij gegroepeerd in verschillende dossiers. Je kunt bijvoorbeeld zeggen een dossier draaistel of een dossier deuren. Op dat dossier krijgen wij dan een verzameling van documenten aangereikt. Dat in eerste instantie is dat ontwerpinformatie geweest. Latere instantie natuurlijk testresultaten. Dat gaven wij aan een specifieke specialist bij ons die beoordeling moest uitvoeren. Die maakte daar een onafhankelijk beoordelingsrapport. En zo zijn er volgens mij iets van 25 of 30 dossiers samengesteld. Waarbij dan alle de eisen door de verschillende dossiers gezamenlijk werden afgedekt. En als ik nou moet kijken in een percentage, als ik naar al die testen kijk van deze belangrijke technische eisen. Bij hoeveel procent van dat soort testen is Lloyds nou fysiek aanwezig? En hoeveel doet de fabrikant zelf? Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat er ook nog testen plaatsvinden bij onderleveranciers van een fabrikant. Mm-hmm. En bij dat soort testen is ook wettelijk vastgesteld dat daar dan certificaten bij komen van een onderleverancier. En wielstellen en wielen maakt een fabrikant, als Albert Heijn in dit geval, niet zelf. Die koopt die in. Dus je moet als keuringsinstantie ook kijken van zijn alle certificaten er en zijn alle onderdelen beproefd. Maar daar bent u dan niet bij onderleveranciers. U bent alleen aanwezig geweest bij de testen die door Ansaldo Breda zelf zijn gedaan. Deel daarvan bent u bij geweest. Voor zover ik mij herinner zijn we vooral bij de integratietesten, de grote testen op treinniveau, waarbij complete treinen werden getest. En waarbij grote onderdelen werden getest aanwezig. De grote, belangrijke, dus zoals de bots en de druk van de draaistellen, de langdurige druk van die draaistellen, dat heeft u dan. Maar in een latere fase ook bij deuren testen en ERTMS testen. Oké. Dat heeft mijn collega dan gedaan. Oké. Wordt er dan, als die hele lijst is behandeld, is er dan nog een soort overview, een soort algemene analyse van nou, we hebben nu wel alle onderdelen getest, maar is het beeld nou uiteindelijk de trein is veilig? Hoe moet ik dat zien? Ja, die verzameling van keuringsrapporten van specialisten, volgens mij waren er een stuk of 15 specialisten betrokken, ik weet het aantal niet precies, die worden natuurlijk verzameld door de projectleider. Ik was dat natuurlijk tot 2008, ja. Met mijn collega. Die worden samengevat in een samenvattend keuringsrapport. Daar worden nog gekeken van ja, is het nou consistent, er zijn alle eisen afgedekt. Vervolgens wordt er gekeken in onze interne kwaliteitsprocedures van zijn alle procedures doorlopen en vervolgens wordt het rapportage vrijgegeven. Maar is er dan nog iemand die naar het overall beeld kijkt of is dat niet een aparte rol nog? Nou, bij een type inspectie, dus een inspectie volgens de SB-module, hoort natuurlijk nog een laatste check op de trein. En zover ik weet heeft die ook plaatsgevonden door mijn collega. Dus die hebben ook nog, voordat die werd vrijgegeven voor de reizigersdienst, de laatste certificering in 2012 volgens mij, is daar ook nog een type inspectie op de trein geweest. Mm-hmm. Oké. Okay. En als er nou een onderdeel in een trein niet als specifiek risicovol of niet specifiek wordt getest, wordt dat dan overgeslagen? Als er nou een onderdeel waar geen speciale veiligheidseisen voor gelden,
Hoe wordt dat dan in beeld gehouden of dat nou een rol zou kunnen spelen? Ja, kijk, in principe gaat een notified body uit van de lijst gepubliceerde en wettelijk voorgeschreven eisen. Er zijn natuurlijk een aantal zaken, bijvoorbeeld interieur, waar heel weinig eisen voor zijn. En die meer vallen onder ja, wat een vervoerder met een trein wil en hoe hij wil dat het design eruit ziet. Ja, dat soort aspecten nemen wij natuurlijk niet mee in de wettelijke beoordeling. U kijkt specifiek naar de expliciete eisen en die beoordeelt u? Ja. Oké. Okay. Daarnaast, want op basis van de testen met een prototype en de ontwerpdocumentatie wat u aangeeft, bouwtekeningen, controleerde Lloyds, of het ontwerp van de trein voldeed aan de wettelijke eisen. En om te waarborgen dat ook alle later geproduceerde trein aan wettelijke eisen voldoen, heeft de keuringsinstantie Lloyds ook audits uitgevoerd in de fabrieken. Kunt u daar iets over zeggen? Hoe ziet zo'n audit er op hoofdlijnen uit? Deze audits vallen onder de module SD. De module SD schrijft eigenlijk voor dat je een verificatie doet van het kwaliteitsmanagement systeem. De leverancier moet een kwaliteitsmanagement systeem hebben wat al ISO 9001 is gecertificeerd. Aanvullend kijkt een notified body of dat kwaliteitsmanagement systeem geschikt is voor het produceren van treinen en ook geschikt is voor dit specifieke project. Oké. Okay. Dit onderwerp gaat mevrouw Bergkamp op verder. Goed dat u dat uitlegt. Ik had nog even een vraag over het andere onderdeel. Dan gaan we over naar de audit van de productie. Mijn collega van Torburg stelde net de vraag of er alleen wordt gekeken naar die technische specificaties interoperabiliteit. Maar wordt er dan ook nog afzonderlijk gekeken naar veiligheid? Of zegt u van nou, als de trein voldoet aan die TSI's, dan is de trein veilig? De TSI's zijn zo ingericht, als de trein voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4 van de TSI's, wordt verondersteld dat de trein impliciet veilig is. Dat staat zelfs letterlijk zo in de regelgeving. Er wordt dus niet apart nog naar veiligheid gekeken? Nou, het is natuurlijk wel zo, de notified body krijgt daar wel een indruk van, doordat er veel wordt meegereden tijdens testwitnessing. En natuurlijk doordat er nog een eindinspectie wordt gedaan. Ja. En de notified body geeft dus wel een oordeel over de veiligheid. Als de veiligheid niet in orde zou zijn, zult u dat ook zeker terugvinden in het oordeel van de notified body en krijgt de trein uiteindelijk ook geen certificaat. Ja. Dus het principe is, je gaat testen op basis van die technische specificaties. Ja. Als een trein daaraan voldoet, dan mag je ervan uitgaan dat de trein veilig is. Ja. Maar Lloyds, op het moment dat Lloyds mee rijdt op de trein, dan wordt er ook wel gekeken nog een beetje afzonderlijk naar veiligheid. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Over het audit van de productie, het net gaat over het audit van het ontwerp. U zei net een beetje technische term SD. SD wil eigenlijk zeggen dat je het kwaliteitsmanagement systeem keurt ten opzichte van SF. En dat wil zeggen dat je de afzonderlijke treinen keurt. Ja. Dat zijn eigenlijk waar we het eigenlijk net met elkaar over hadden. Als het gaat over het audit van het kwaliteitsmanagement systeem, is het dan zo dat je ook nog zelf naar de trein kijkt of de onderdelen? Of is het dat je vooral kijkt naar hoe het allemaal beschreven staat en de werkinstructies? De audits zijn voorgeschreven audits die jaarlijks moeten gebeuren. Daarbij spreekt de TSI eigenlijk van het volgen van het kwaliteitsmanagement systeem. Surveillance heet dat in het Engels. Maar in feite kijk je gewoon of het kwaliteitsmanagement systeem ook in de praktijk wordt toegepast. Dus je kijkt naar twee dingen. Staat het goed op papier, maar ook hoe wordt het in de praktijk toegepast? Inderdaad. Zo'n audit doen wij meestal met twee mensen. Dat is één persoon die echt als ISO 9001 auditor is opgeleid, dus die verstand heeft van kwaliteitsmanagement systemen, en een specialist op treinengebied. En die specialist op treinengebied, die kijkt dan tijdens die audit op die specifieke punten die gaan over de technische zaken die op dat moment worden geaudit. In de auditplanning, dus de jaarlijkse audit, kijk je dus niet bij iedere audit naar dezelfde specifieke technische punten. In mijn tijd hebben we een audit gedaan, een eerste audit in Pistoia, in de fabriek waar de assemblage plaatsvindt. En een tweede audit in de Napels, waar met name de componenten, draaistellen, tractieinstallaties en besturing worden gerealiseerd. Nou, we hebben maandagochtend met een kwaliteitsinspecteur gesproken, de heer Jonkers. En die gaf aan dat als het gaat over de audit, de keuring van het kwaliteitsmanagementsysteem, dat dat toch vooral een papieren aangelegenheid is.
Herkent u dat? De heer Jonkers die werkte in opdracht van NSFSC. En Onno Roelofs trouwens ook. Die heeft hij maandag ook geïnterviewd. Maar mijn vraag was, herkent u dat beeld? Ja, maar zij hadden, ik wil dat even benadrukken, die hebben de opdracht om te keuren namens de opdrachtgever voor de treinen. Die doen dat tegenover de koopovereenkomst. Dat is eigenlijk hun uitgangspunt. Krijgt de klant wat hij besteld heeft. Notified Body heeft de opdracht om te keuren tegen de wettelijke eisen. En wij hadden als Notified Body de opdracht van Anselm Breta om te keuren tegen de wettelijke eisen. Ja, dus u zegt, er zit een verschil in aanpak. De kwaliteitsinspecteurs kijken van, wordt voldaan aan het koopcontract, en de Notified Body zet het af wat ze zien ten opzichte van de wetgeving. Zeker, ja. Maar mijn vraag aan u was, de heer Jonkers zei, het is vooral toch wel een papieren aangelegenheid. Er wordt toch weinig in de praktijk gekeken. Dan komt een auditor, een half uurtje. Ja, die kan onmogelijk een goed beeld krijgen van de praktijk. Herkent u dat? Dat het eigenlijk te weinig tijd is? Want hoe lang duurt zo'n audit? Ik herken dat niet. Hè. Zo'n audit duurt 2 dagen. Een half uur, zegt u? Niet een half uur. 2 dagen duurt daar wordt een audit. Voornamelijk gekeken naar het kwaliteitssysteem, maar er wordt zeker ook een halve dag tot een dag besteed aan de productielocatie. Het is natuurlijk wel zo, dat is een jaarlijkse audit. En de heer Jonkers zit daar min of meer permanent namens de klanten. Wij komen daar als een notified body, maar 1 keer per jaar. Ja. Tegenwoordig in de nieuwe modulebesluit is het zelfs zo dat men heeft voorgeschreven dat de notified body daar slechts eens in de 2 jaar hoeft te komen. Maar even in uw tijd, u zegt we kwamen daar 1 keer per jaar. U had ook vaker kunnen komen, toch? Je maakt met een opdrachtgever een afspraak van hoe je het auditplan gaat uitvoeren. Dat zit vast in de offerte. En ja, je kunt wel vaker komen, maar je hebt daar in principe geen afspraak over gemaakt met je opdrachtgever. Nou, wat de heer Jonkers ook zei, van het is natuurlijk, als je vaker komt of langer aanwezig bent, dan kost dat ook meer geld. Een fabrikant is daar niet altijd voor te happen om meer te betalen voor een audit. Is dat iets, want u geeft zelf ook antwoord op mijn vraag, van ja, dat is wat nou je ja, afspreekt met de fabrikant. Het geld is natuurlijk 1 ding. Voor een fabrikant is een audit natuurlijk ook een inspanning, het belasten. Ja. Hij moet al zijn mensen ter plekke beschikbaar hebben. Ja. Dus het speelt wel degelijk mee het commerciële belang daarin. Dat het geld kost op het moment dat je vaker aanwezig bent. Het is wel zo dat wij natuurlijk in NBRail, dat is het overkoepelende orgaan van Notified Bodies, natuurlijk contact hebben met andere Notified Bodies. Want elk Europees land heeft minimaal 1 Notified Bodies. Nederland heeft er meerdere tegenwoordig. En wij weten dus ook hoe anderen dit soort audits uitvoeren. En ik weet ook dat de meeste andere Notified Bodies, voor zover mij bekend, ook 1 keer per jaar bij een leverancier langs gaan. Dus u zegt, 1 keer per jaar kwamen we langs. 2 dagen duurde een audit. Geen half uur, maar langer. 2 dagen. Dat klopt. 2 dagen. Ja, 2 dagen een audit. Met 2 mannen. U zegt ook dat je kan vaker, zou je langs kunnen komen. Vaker dan 1 keer per jaar. Maar het is maar net wat de fabrikant wil. En daar kan ook een rol spelen, het financiële belang daarin. Ja, er kan ook een specifieke bevinding zijn tijdens zo'n audit, waardoor je eerder terugkomt. Ja. Heeft u ook, was het nog onderwerp van gesprek? Want dit is natuurlijk best een complex project, dat hebben we in alle verhoren ook wel gezien. Dan is 1 keer per jaar langskomen om te toetsen of het kwaliteitsmanagement systeem in de praktijk wordt toegepast. Is dat niet weinig? Nou, u moet dat zien in het licht van de Europese regelgeving en de wens van de Europese Unie. Maar even los om de verantwoordelijkheid bij de leverancier neer te leggen. Sorry dat ik even onderbreek. Even los van wetgeving. Daar hebben we het net over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat je ook kijkt als kwaliteitspersoon, certificeerder, keursinstantie. En dat je kijkt, nou, dit is een heel ingewikkeld project. 1 keer per jaar is wel heel weinig. Ik vind het niet. Het is geen onderwerp van gesprek geweest tussen u en de fabrikant om te kijken van misschien is het verstandig om vaker te komen. Dat is geen onderwerp van gesprek. Geen onderwerp van gesprek. Ik wil even ingaan op, is dat niet weinig? Ja, ik vind dat niet. Het is maar de vraag hoeveel audits je moet uitvoeren om daadwerkelijk dat product te kunnen keuren. Ja. Uw mening is duidelijk. U zegt 1 keer per jaar is voldoende. Is voldoende als je als uitgangspunt hebt dat de fabrikant altijd eindverantwoordelijk is voor het in seriematig geproduceerde product dat hij aflevert. Maar ook kijkend naar de aard van dit project, een complexe trein. Ja, maar ook al zou ik daar 10 keer per jaar langs gaan, dan betekent niet dat je
elk probleem om een trein gaat zien. Zeker niet als er een seriematige productie loopt. Maar vergroot je niet de kans dat je meer ziet als je vaker gaat? Je ziet iets meer, ja. Waarschijnlijk. Maar of je alles... Je ziet niet alles, dat is wel zo goed als zeker. Dat kan gewoon niet. U zegt van als je vaker gaat, zie je meer. Maar je kan nooit alles zien. Nee, en de kwaliteit van de treinen die worden afgeleverd... En zeker de conformiteit, want ik praat eigenlijk alleen maar over... de overeenkomst met de wettelijke eisen... niet over de kwaliteitsaspecten van interieurzaken bijvoorbeeld... die moeten worden vastgelegd door de controles van de leverancier zelf... die in zijn kwaliteitsmanagementsysteem zijn ingebed. Ja, u zegt er ligt een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de fabrikant zelf. Ja. De keuringsinstantie geeft natuurlijk uiteindelijk certificaten af... die te maken met veiligheid. Dus neem aan dat u ook de rol van Lloyds daarin belangrijk vindt. De rol is zeker belangrijk, maar de leverancier blijft eigenlijk verantwoordelijk... voor het afleveren van een veilig product dat voldoet aan de wettelijke eisen. Ja. Dat heeft u gezegd. Ja. Is het zo dat een auditor met verschillende personen spreekt bij Ansaldo de Breda? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, een audit begint meestal met het opstellen van een auditplan. Dus een planning van wat er op die dagen gaat gebeuren. Welke personen de auditor precies wil spreken in functionarissen. Dus een hoofdkwaliteit, een monteur, een specifieke ontwerper van een specifiek elektronisch systeem of een draaistel... En zo wordt zo'n auditplan dan in elkaar gezet. Uiteindelijk wordt altijd gesproken natuurlijk met de projectleider en het management. Aan het eind van de audit is er altijd een samenvatting met het management, projectleiding van Ansaldo Breda. Wie was uw aanspreekpunt? Was dat het management of de projectleider? Met wie had u overleg over de kwaliteit? Ik heb zelf die audits niet zelf gedaan. Ik ben ook wel auditor, dus ik weet wel hoe dat gaat. Onze auditor was toen de heer Holtz. Heeft u ook gesproken volgens mij in de eerdere gesprekken? Die hebben direct contact met het hoofdkwaliteit van Ansaldo Breda. Nou, praat zo'n auditor met meer mensen dan de kwaliteitspersoon bij Ansaldo Breda? Zeker ook met de projectleider, de verantwoordelijke projectleider van Ansaldo Breda. Ja. Verantwoordelijk voor wat? Voor het hele treinenproject. Oké, dus de auditor sprak met de projectleider, ja. En de auditor sprak met de kwaliteitspersoon bij Ansaldo Breda. En zeker gedurende zo'n audit van 2 dagen met een 10-tal andere personen. Zoals? Eindinspecteurs op de lijn, mensen die de registraties bijhielden, mensen die het informatiesysteem met alle registraties van de treinen bijhielden. Maar ook mensen op de werkvloer, de mensen die aan het sleutelen waren aan die trein? In mindere mate of bijna niet. Je moet zich voorstellen, in zo'n audit spreek je niet direct met monteurs. Als je toevallig een item audit waar een monteur aan werkt... Of je hebt een monteur, je roept een monteur erbij, omdat je toevallig een steekproef doet op dat onderwerp. Dan heb je even contact met een. Heeft de auditor geen contact met mensen op de werkvloer? Dat hoort er niet bij. Dat kan wel plaatsvinden, maar dat is niet zo dat het er voorgeschreven is dat het erbij hoort. Nee, en normaal gebeurt dat ook wel. Is het gebeurd dat auditors met mensen op de werkvloer hebben gesproken? Ja, dan moet ik even. Ik weet het niet zeker, maar normaal is dat wel zo. Dat... Ik snap u niet helemaal. Heeft een auditor nu gesprekken met mensen op de werkvloer of niet? Want u zei eigenlijk niet, dat is niet gebruikelijk. Nou, als een auditor, dus zeg maar, zo'n audit begint eerst meestal met een administratieve check op alle papieren, afgetekende papieren, kwaliteitsdocumenten per trein. Vervolgens gaat zo'n auditor steekproeven doen. Hè, van nou, ik wil op deze dingen wel wat dieper inzoomen. Kunt u me laten zien dat dit ook goed is gebeurd. Meestal in het vervolg wordt er dan, zo'n steekproef wordt er dan doorgetrokken naar de productielijn. Dan gaat zo'n auditor naar de productielijn. Dan laat u maar even zien op de trein inderdaad dat dit geval goed is verwerkt. Een auditor gaat naar een productielijn? Hoe ziet dat eruit? Die gaat zeg maar van het kantoor naar de fabriek. Waar de treinen worden gemaakt. En op dat moment zijn er ook zeker monteurs of werknemers die in de productie werken bij. Maar mijn vraag is, is onderdeel van die audit gesprekken met de mensen op de werkvloer? Want je zou zeggen, die mensen, je wil ook checken of die werkinstructies er zijn. Ja, en dat is misschien handig om ook in gesprek te gaan met die mensen. Maar u zegt, dat is eigenlijk geen onderdeel van de audit. Ze zijn er misschien in de omgeving wel bij. Maar er zijn niet echt gesprekken tussen de auditor en mensen van de werkvloer.
Dat zei u in ieder geval net. Nee, als u bijvoorbeeld een werkinstructie voor een montage, een monteur of een lasser volgt, hè, en daar wordt op geaudit, dan ga je dus met die werkinstructie naar de werkvloer toe. En in de meeste gevallen is dan die lasser of monteur daar ook bij. En worden er ook vragen gesteld aan die monteur. Waarom zei u dan eerst, dat is niet gebruikelijk en eigenlijk nee? In het algemeen was uw vraag, zijn er ook gesprekken met mensen op de werkvloer? Ja. Die zijn inderdaad gesprekken met mensen op de werkvloer, maar die zijn gericht in het kader van de audit en de steekproef die op dat moment plaatsvindt. Ja, je hebt het niet over het mooie weer. Dan kan ik me voorstellen dat je... Even zodat ik u echt goed begrijp. Er zijn dus gesprekken geweest tussen de auditor en mensen van de werkvloer over de audit, het kwaliteit van het werk. Ja. Gesprekken over, werkt u conform een werkinstructie? Ja. Dat al in 2 dagen. Ja, zo'n audit is een druk programma. Ja, dat... Is het zo dat Lloyds van tevoren aankondigt waar ze het over gaan hebben? Dus hoe het programma eruit ziet? U zegt net, er wordt een auditplan gemaakt. Betekent dat dat de fabrikant op dat moment eigenlijk weet wat die auditor gaat doen? Of zit er nog een stuk onvoorspelbaarheid in? De steekproef die uitgevoerd wordt, hè, dus zeg maar doorkijken naar de montage of het lassen of het fabriceren van software, die is bij de fabrikant natuurlijk niet bekend. Het is wel zo dat we van tevoren aangeven met welke personen wij spreken. En de onderwerpen ook? Dus. En wat de aard van de audit is. Okay, dus met wie er gesproken wordt, de aard van de audit en de onderwerpen zijn van tevoren bekend? Nou, niet de onderwerpen niet specifiek, maar de aard van de audit. Kijk, als wij naar een assemblagefabriek gaan, geven we natuurlijk aan, we willen bepaalde aspecten van de assemblage willen komen auditen. Ja. Als we naar componentenproductie gaan in Napels, dan geven we aan van, nou, we willen in ieder geval weten hoe jullie software ontwikkelingsproces in elkaar zit. Hij is dus best wel veel bekend bij de fabrikant wat u gaat doen. Want als je weet met wie er gesproken wordt en de aard, dan heb je als fabrikant wel een beeld van, nou, die audit, we gaan nu kijken naar de draaistellen. Als je met 10 mensen wil spreken, diepgaand wil spreken over dit soort onderwerpen, ontkom je er niet aan om alvast een auditagenda op te sturen. Ja. Om goed voorbereid met elkaar te zijn. Ja. Zijn er ook onaangekondigde bezoeken geweest? In dit geval volgens mij niet. Waarom niet? Want dat mag wel, hè? Volgens mag de wetgeving. Wel. Ja, onaangekondigde bezoeken hebben meestal het nadeel dat je komt op een moment dat er niemand aanwezig is. En dat je het gewoon niet kan zien wat je wilt zien. Dus u zegt in feite, als ik dit onderdeel even mag samenvatten. 1 keer per jaar vindt er een audit plaats van 2 dagen... Het mag meer zijn, maar dat hangt ervan af wat je met de opdrachtgever afspreekt. De fabrikant als Saldebrenda. Daar zit ook altijd een prijskaartje aan, dus daar heb je het met elkaar over. Er wordt gesproken door de auditor met de projectleider, met de kwaliteitspersoon en ook met mensen van de werkvloer. Inderdaad. Dat heeft u aangegeven. Daarnaast heb ik ook gezegd dat het gebruikelijk is bij SD-modules, zoals ik ze ook ken van andere notified bodies, dat ze op deze manier worden uitgevoerd. Ja. U zegt ook dat kijkend naar het project, de aard en de complexiteit, vindt u 1 keer per jaar 2 dagen, vindt u voldoende? Was u inschatten? U heeft ook nooit zelf aangegeven, kijken naar type product en project. Het zou verstandig zijn om vaker langs te komen. Dat heeft u net aangegeven. Als ik dat zou willen, zou ik daar ook een doel voor moeten hebben. Ja. En uw doel was niet kijkend naar de complexiteit? Het doel is nog beter een indruk krijgen van zo'n fabriek en hoe dat kwaliteitsmanagement systeem wordt gevolgd. Dat zou het doel kunnen zijn. Ik heb ook gezegd, het aantal audits wat je zou moeten hebben om een volledige dekking te hebben, ja, dat gaat dan heel veel worden. Ja, u zegt, en als je vaker bijna permanente aanwezigheid. Ja, u zegt, als we het gesprek overdoen, 1 keer per jaar is voldoende. U voelde ook niet de urgentie om er vaker langs te komen. Want u zegt, als je vaak komt, zie je wel meer, maar je kan nooit alles zien. Dus 1 keer per jaar vond u blijkbaar een mooi aantal, hè, om 2 dagen langs te komen. U geeft ook aan dat er van tevoren een auditplan wordt gemaakt. Waarin je toch wel aangeeft met wie je spreekt, de aard van de onderwerpen. Waardoor de fabrikant goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Er vinden geen onaangekondigde bezoeken plaats. Hebben hier niet plaatsgevonden. Die hebben niet plaatsgevonden. Had wel gekund volgens de wetgeving, omdat u zei, dan kom je misschien voor een gesloten deur.
of ze zijn er niet, de fabriek is leeg. Vindt u dat met deze werkwijze u een goed beeld heeft gekregen van het kwaliteitsmanagement systeem, maar vooral of dat goed geborgd en toegepast is? Ja, ik vond het voor mijn periode wel. En mijn collega heeft het ook gevonden met haar auditors voor die periode waar zij voor verantwoordelijk was. Nogmaals, het heeft als uitgangspunt dat de leverancier zijn eigen kwaliteit borgt. En ook bij elke handeling, elke werkinstructie die hij aan een trein of aan een onderdeel verricht, zelf controleert en aftekent dat die kwaliteit is bereikt. Maar we spreken vandaag met u als Lloyds, dus we willen heel graag weten of u het vanuit uw verantwoordelijkheid, want uw organisatie heeft uiteindelijk de certificaten afgegeven van ontwerp en productie voldoen aan de technische specificaties, de eisen vanuit de wet, dus de trein is veilig. Dus vandaar dat de vragen heel erg gericht zijn op uw verantwoordelijkheid. En u zegt met deze werkwijze hebben we een goed zicht gehad op de borging en toepassing van het kwaliteitsmanagement systeem in de praktijk. Ja, dat denk ik zeker. Geef het woord zoals bedoeld in de wetgeving. Ja. Ik wil nog even doorgaan op die onaangekondigde bezoeken. Mm-hmm. Want is het niet zo dat het meerwaarde zou kunnen hebben om juist onaangekondigd te komen? U zegt misschien sta je voor een dichte deur, maar dat zou ook natuurlijk wat kunnen zeggen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Want we hebben eerder in verhoren gehoord dat er momenten waren dat als belangrijke functionarissen de fabriek bezochten, er werd rondgewandeld met helmen en witte handschoenen. En du moment dat die weg waren, ging alles uit en gebeurde er niks meer. Zou dat dan niet ook in uw geval een meerwaarde hebben kunnen zijn om ook eens onaangekondigd binnen te wandelen en kijken of de mensen wel doen wat afgesproken is? De situatie nu schetsen over witte handschoenen hebben wij niet meegemaakt. Ik heb ook van mijn auditors altijd gehoord dat zij gewoon goed ontvangen werden, alles mochten zien en ze hadden niet de indruk dat daar speciale dingen voor hun op dat moment ingericht werden. Maar kom je daar pas niet achter of dat zo is als je er een keer komt, als ze niet weten dat je komt? Nou ja, u moet zich ook voorstellen, behalve dat de auditors daar waren, waren er natuurlijk ook meer mensen van de Notified Body daar regelmatig aanwezig voor testen. Ik ben daar zelf ieder kwartaal ongeveer geweest voor een certification board bespreking. Dan loop je ook nog over de productielijn, krijg je ook een indruk van wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk wel meerdere momenten waarop je als Notified Body ziet wat daar aan de hand is. Mm-hmm. En even over die eisen. U zei net, en ik zat er nog even over na te denken, als aan alle eisen is voldaan, dan is in beginsel zo dat dat pakket maakt dat we kunnen zeggen, dan is de trein veilig, want daar is aan al die veiligheidseisen is voldaan. Maar is het nou ook mogelijk dat wel aan al die eisen wordt voldaan, maar dat u toch denkt, er is iets in de veiligheid niet in orde? Kan het ook dus toch zijn dat het certificaat niet wordt afgegeven? Als dat zich voordoet, hè, als een notified body, in dit geval wij een veiligheidsprobleem zien, waardoor de trein niet voldoet, dan geven we natuurlijk geen certificaat. Maar als aan alle voorwaarden is voldaan, is het dan zo dat u dan toch nog kunt zeggen, nee, ik zie andere problemen? Of is het zo dat als de lijst is behandeld en afgevinkt, dat dat betekent dat u de trein als veilig moet erkennen? Als alle voorwaarden zijn afgevinkt en wij zien toch iets wat niet door de beugel kan, met name dan niet gebaseerd op regelgeving, maar gebaseerd op technisch inzicht, dan geven wij geen certificaat. Oké. Okay. Ik geef het woord weer terug. En ik vroeg net aan u of je een goed beeld krijgt van hoe het kwaliteitsmanagementsysteem wordt toegepast. U zei erop ja. Maar kan het zo zijn dat als je één keer per jaar gaat, 2 dagen, dat je dan eigenlijk het beeld krijgt wat de fabrikant zelf graag wil laten zien? Met andere woorden, is 1 keer per jaar, 2 dagen, is dat echt voldoende om goed zicht daarop te krijgen? Want het is allemaal voorbereid, er is een auditplan, u komt niet onaangekondigd. Met deze audits krijg je voldoende zicht, zeg maar op wettelijke manier, hoe dat kwaliteitssysteem in de praktijk functioneert. En of dat ook geschikt is voor dit project. Meer kun je er niet over zeggen. Nou ja, dat is wat wordt bereikt. Ja. Dan gaan we naar de praktijk van het kwaliteitsmanagementsysteem van Ansaldo Breda. Wat is uw indruk? Hoe ging Ansaldo Breda om met dat kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk? Nou,
De auditors hebben mij gerapporteerd dat er in voldoende mate aan het kwaliteitsmanagement systeem werd voldaan. Dat alle teststappen en vrijgavenstappen en ook in geval van wijzigingen op tekeningen, dat die voldoende werden doorgevoerd conform dat kwaliteitssysteem. Dus als ik vraag naar indruk, dan was het prima? Of nou, zou je daar een soort kleur aan kunnen hangen? In de auditverslag vindt u eigenlijk twee soorten zaken. Het ene is zeg maar een pure non-conformity. En dat betekent eigenlijk dat je dan zegt van nou, dit voldoet echt niet, dit moet over. Dat is met twee zaken een keer gebeurd, voor mijn meeweten. En u vindt ook een aantal opmerkingen. En de opmerkingen gaan vaak over van nou ja, dit had wel wat netter geadministreerd kunnen worden. Hier doet de productielijn wat rommelig aan. Dat zijn eigenlijk verbeterpunten voor de leverancier. Maar er zaten geen grote dingen in, zorgen over hoe Ansel de Breda omging met het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk. Die indruk had u niet? Die indruk hadden wij op dat moment niet. En mijn collega heeft dat ook niet gehad vanuit de auditverslag. Ja. Dus u was eigenlijk tevreden over hoe Ansel de Breda in de praktijk omging met het kwaliteitsmanagementsysteem. Het voldeed aan de eisen waar u naar keek. Het voldeed aan de wettelijke eisen waar naar wij moesten kijken. Ja. En even los van de wettelijke eisen. Soms zie je nog meer dan alleen de wettelijke eisen. En volgens mij staat er niet in de wet dat het goed georganiseerd allemaal moet zijn of dat het keurig. Je kan ook een soort indruk krijgen van hoe men daarmee omgaat. Ja, we hebben natuurlijk vooral naar de veiligheidseisen gekeken en de TSI-eisen. Het is natuurlijk wel zo dat bij deze treinen, zeker bij de eerste treinen, veel kwaliteitspunten waren die niet daarmee te maken hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan interieur of stickers die scheef zitten of verf die een beetje bladdert. Ja. Maar bijvoorbeeld of werkinstructies overal bekend waren. Heeft u daar ooit zorgen over gelezen in de auditrapport of zelf dingen gezien waarvan u dacht nou? Bij mijn weten niet. De werkinstructies zijn ook onderdeel van de audit en door de auditors gecheckt. Niet allemaal natuurlijk, maar steekproefgewijs. De beginnende audits, of de audits in de beginperiode, die waren best wel kritisch. Daar stonden ook nog wel eens wat zorgen in over. Ja. Dat het een warboel van materialen was, dat soort opmerkingen. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd zo bij een aanloop van een productie en zeker bij het starten van een eerste trein die feitelijk een prototype genoemd zou kunnen worden. Ja. Daar is een productielijn nog helemaal niet op orde. En het is zelfs ook de vraag of u daar een audit kan doen in de zin van een seriematige audit. Wij hebben ervoor gekozen om die audits zo snel mogelijk te gaan doen in het project. Dus ook zelfs bij de eerste treinen daar al audits uit te voeren. Daar is het natuurlijk normaal dat een productielijn nog niet helemaal vloeiend loopt. En bent u daarna nog ook weer langsgekomen om te kijken hoe zit het er nu uit? Ja, mijn collega's zijn daar langs geweest. Dus u zegt, u bent er zelfs aan het begin geweest en daarna uw collega's. En er zijn volgens mij twee audits in mijn tijd geweest en ik dacht een stuk of 5, 6 in de tijd van mijn collega. Ja. Dus Lloyds, de keuringsinstantie, vanuit uw verantwoordelijkheid en uw collega's daarna waren tevreden over hoe Ansel de Breda omging met het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk. Dat voldeed aan de regelgeving. Ja, maar ja, wij waren in die zin tevreden. Ja, ja, we hebben daar natuurlijk, kijk, dat er kwaliteitspunten op andere aspecten die wij niet checkten naar voren zijn gekomen. Daar hebben wij eigenlijk als keuringsinstantie niet echt een mening over. We maken wel opmerkingen over in de auditrapporten. Noemt u eens wat voorbeelden van wat u wel zag, maar waar u geen... Ik noemde net een paar, interieur wat niet netjes is afgewerkt, bestikkering misschien scheef, gebladderde verven. Dat soort voorbeelden die eigenlijk niet te maken hebben met de veiligheid van de trein. En het voldoen aan de wettelijke eisen, maar meer met de netheid en afwerkkwaliteit. Dat heeft u wel gezien. U heeft gezien... Ik heb het niet gezien, maar volgens mij moet dat wel ook gezien zijn door mijn collega's. Dat vind ik een beetje vaag, meneer Borger. Volgens mij zouden ze gezien kunnen hebben dat... Nou, ik lees in de auditrapporten dat men hier en daar wel de indruk had dat het een en ander wat slordig verliep. Dus u zegt, we waren tevreden over het voldoen aan de wettelijke eisen. Maar er is wel gezien door collega's dat de afwerkkwaliteit een aandachtspunt was. Ja. Of een grote zorg. Voor mij geen grote zorg. Ik kan me voorstellen dat het voor de uiteindelijke klant van de trein, de NSFC, een grote zorg is. Ja.
Heeft u het ooit kenbaar gemaakt dat u zei tegen uw opdrachtgever van nou, het zit wel goed met die wetten en regelgeving, maar die afweerkwaliteit? Ja, natuurlijk. Ik vind het, zeg maar, bij elke audit wordt een eindgesprek gevoerd. Daar wordt het al gezegd. En u vindt deze opmerkingen ook terug in de auditrapporten. Ja. Dus de afweerkwaliteit was wel een aandachtspunt. Geen groot zorgpunt, zegt u, maar wel een aandachtspunt. Het is wel gezien door uw mensen. Jazeker, ja. En wat was de reactie van Ansaldo Breda daarop? Nou ja, naar ons toe natuurlijk van nou, prettig dat we voldoen aan de wettelijke eisen en in ieder geval met dat hoofdstuk het hoofdstuk kunnen afsluiten en verder kunnen gaan. De andere kleinere punten in afwerkkwaliteit, waarvan er vrij veel waren, ja, die pakten zij op met hun klant, NSFSC. Ja, dus er waren, zegt u, vrij veel opmerkingen wel over de afwerkkwaliteit. Of dat er veel waren. Nou, u zei dat net van. Nou ja, wij hebben niet een zeer gedetailleerde lijst met punten van afwerkkwaliteit gemaakt. Dat is ook, dat heb ik uitgelegd, ook niet het doel van de audit. Het doel van de audit is te kijken of het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk werkt en of de werkinstructies goed worden opgevolgd. Maar is het zo raar om te denken dat onderdeel van het goed toepassen van zo'n kwaliteitsmanagementsysteem ook is dat je je vakmanschap, je afwerkkwaliteit goed is? Ook al is dat misschien niet, staat het niet helemaal letterlijk in een wet, maar dat het toch wel essentieel is. Het kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld een deur niet goed bevestigd is en eruit valt. Dat is dan toch een veiligheidsprobleem. Ja, u kunt het ook natuurlijk naar andere producten doortrekken die zeg maar wel voldoen aan de wettelijke eisen, maar door de klanten toch minder gekocht worden omdat ze van mindere kwaliteit zijn. Of lange, kortere levensduur hebben. Of... Ja, u zegt eigenlijk dat is normaal en het valt niet onder het werk van Lloyds om daar een uitgesproken oordeel over te hebben. Ja, ik vind het niet normaal. Ik vind dat een leverancier een kwalitatief goed product moet afleveren aan de klant die de treinen bestelt, dus aan NSFC. Maar ik vind het wel dat ik in het kader van mijn opdracht en de wettelijke bepalingen alleen kijk naar de wettelijke eisen. Ja. Dus u zegt kwaliteit, afwerkkwaliteit, misschien zelfs vakmanschap, dat heeft u gesignaleerd, dat daar wel zorgen over waren. Maar u zegt, wij kijken alleen naar de wet en regelgeving, we hebben het wel aangekaart. Maar u vond dat meer iets tussen de fabrikant en degene die de treinen zou gaan kopen, om het daar te hebben over de kwaliteit. U noemt vakmanschap. Vakmanschap is onderdeel van onze audit. Okay. Wij auditen of bijvoorbeeld lassers gekwalificeerd zijn om die laswerk te doen. Ja. Of bepaalde monteurs instructies, de opleiding hebben gehad. Maar valt afwerkkwaliteit, het netjes doen, het op dezelfde manier doen, niet onder vakmanschap? Dat valt volgens mij meer onder hoe gemotiveerd is het personeel, hoe ziet de eigen kwaliteitsafdeling toe op de... Op het eindproduct. Op wat voor moment staat een klant toe dat de trein de fabriek verlaat? Ja. Is het nou reden geweest voor u om ook kritischer te kijken naar de veiligheid? Op het moment dat je ziet dat er toch wel signalen zijn door u opgemerkt en uw collega's over de kwaliteit en de afweerkwaliteit, dat je dan ook wat kritischer gaat kijken naar die veiligheid, naar die andere regels? De veiligheid ligt eigenlijk vast al in het ontwerp. Ja, het ontwerp. Maar dat je daar nog wat beter naar gaat kijken. Misschien mag ik even. De veiligheid ligt al vast in het ontwerp. In het ontwerp wordt eigenlijk al getoetst of is dit ontwerp veilig genoeg. Vervolgens worden al die testen uitgevoerd. Wordt een trein samengesteld. En daarna is er nog 3 jaar getest. En is natuurlijk de notified body ook toegekeken op die testen en wat daar gebeurde. En heeft geconcludeerd dat die trein veilig genoeg is. Maar mijn vraag het is niet nu, zo dat de veiligheid alleen komt uit audits in de fabriek. De beoordeel over veiligheid komt voor een groot deel ook uit de ervaringen die opgedaan worden tijdens het testen van de trein. Maar mijn vraag aan u was, als je wat zorgen hebt over de kwaliteit, is dat ook een soort signaal geweest om extra kritischer ook te worden naar wat het bekijken van de testen, dat het geleid heeft tot meer aanwezigheid of kritischer kijken? Is zeker kritisch naar de treinen. Maar kritischer, is er extra kritischer gekeken door de signalen over kwaliteit? Dat is mijn vraag. Ik weet dat voor aflevering, voor het uiteindelijke certificering van de trein, heeft nog een type inspectie op de trein plaatsgevonden door de notified body. En is gekeken of er aan alle veiligheidseisen is voldaan. Meneer Borgen, ik stel u gewoon een vraag. En misschien is het handig om daar ook wat directer op te reageren. Mijn vraag is, heeft dat nou geleid tot iets extra's?
Of bent u gewoon doorgegaan met uw standaard werkwijze? Nou, ik kan niet zo zeggen dat geleid heeft tot een kritischer werkwijze. Wat ik bedoel uit te leggen is dat die werkwijze al zeer kritisch was. Dan is het antwoord daarop dat het niet heeft geleid tot iets extra's, want u zegt onze werkwijze is al kritisch genoeg. Ja, niet dat wij daar heel extra maatregelen genomen hebben om nog scherper te gaan inspecteren. Want dat was niet nodig, zegt u. Dat was niet nodig, ja. Dan begrijpen we elkaar weer. Oké. Op een gegeven moment wordt de Vira uit de dienst genomen. En in januari tijdelijk en vervolgens ook definitief. 2013. Vervolgens zijn er ook onderzoeken geweest van de NS zelf. Er is ook een second opinion geweest door bureau Mot. De Belgen hebben nog eens een keer naar de treinen gekeken. En conclusie was dat de afwerkkwaliteit op meerdere plaatsen onder de maat was. Dat de treinen ook van elkaar verschilden. En nu hebben we de situatie dat meneer Jonkers maandagochtend vertelde. Het kwaliteitsmanagementsysteem werd in de praktijk veelvuldig niet toegepast. We hebben rapporten die zeggen afwerkkwaliteit was op veel plaatsen onder de maat. De treinen verschilden. En we hebben een certificaat van Lloyds die zegt het kwaliteitsmanagementsysteem is geborgd en toegepast. Een belangrijke vraag van de commissie is hoe verklaart u dat, die uiterste? Het certificaat is natuurlijk afgegeven in juli 2012, als ik me goed herinner. Toen was er nog geen operationele dienst met de treinen. De problemen die met name in 2013 aan het licht kwamen, hebben zich voorgedaan tijdens de operationele dienst. Dus de notified body had daar op het moment van afgeven van het certificaat ook geen informatie over. Ik snap u niet helemaal. Kunt u het nog één keer toelichten? Het certificaat is afgegeven in juli 2012 door de notified body. In 2013 kwamen die rapportages van die problemen aan het licht. De notified body had er op dat moment het afgeven van certificaat geen informatie over die problemen, want die deden zich pas later voor. Ja, maar mijn vraag is, hoe kan het dat er uit rapporten blijkt dat er zorgen zijn over de kwaliteit van die trein, laat ik het zo samenvatten, dat er een kwaliteitsinspecteur is die daar rondliep, heel vaak, een groot gedeelte van zijn werktijd, 8 jaar lang, en zei van ja, dat systeem wordt niet goed toegepast in de praktijk. Maar er ligt wel een certificaat van de keuringsinstantie die zegt, kwaliteitsmanagementsysteem is goed en het is ook geborgd en toegepast in de praktijk. Hoe kan dat? Het kwaliteitsmanagementsysteem was goed in het licht van de wettelijke eisen. En waarmee de fabrikant dus een kwalitatief goed product kan produceren. Het is duidelijk dat er tijdens de productie na het verstrekken van het certificaat kennelijk een gebrek aan kwaliteit is geweest die aan het licht kwam zeg maar met de gebeurtenissen in januari 2013. Dus uw verklaring is, meneer Borger, dat het certificaat terecht is afgegeven, maar dat na het geven van het certificaat de problemen zijn ontstaan? Dus het certificaat is gewoon terecht afgegeven op de wettelijke basis. Het kan zijn dat er voor het afgeven van het certificaat ook al problemen waren. Die waren in ieder geval niet bekend bij de notified body op het moment dat ze het certificaat afgegeven hebben. We hebben net een gesprek met elkaar, of verhoor met elkaar gehad over het kwaliteitsmanagementsysteem en toch de zorgen die ook gezien werden door uw mensen, uzelf, over die afwerkkwaliteit. U heeft misschien op dat moment dingen gesignaleerd die later in die rapporten ook tevoorschijn zijn gekomen. Ja, ik heb ze zelf. Heeft u dat nooit zichzelf afgevraagd van, goh, wij hadden dat eigenlijk al gezien en het staat nu in de onderzoeksrapporten? Ik heb dat zelf op het moment van het afgeven van het certificaat niet zelf gezien. Ik was daar op dat moment niet voor verantwoordelijk natuurlijk. Dat was mijn collega. Ik heb me natuurlijk wel afgevraagd bij het bekend raken van worden van dit soort problemen. Met name december, januari 2013 kwam daar steeds meer naar boven. Ja, hoe kan dat nou? Net zoals iedereen dat zich afvroeg. En wat was uw verklaring? Uw analyse? Mijn eerste verklaring was, kijk, het is eigenlijk gebruikelijk bij treinen die gecertificeerd zijn, dat er tijdens de operationele dienst nog zich problemen voordoen. Dat zijn problemen die vaak te maken hebben met beschikbaarheid van de trein, dus uitval van treinen tijdens de dienst. Dat kwam regelmatig voor in die periode vanaf september volgens mij, toen Amsterdam-Rotterdam in dienst ging. En later natuurlijk ook toen naar België werd gereden. Ja, dus je zegt er zijn kinderziektes, opstartproblemen. Maar ik word nog even getriggerd door wat u zei van
We hebben het certificaat terecht afgegeven over het kwaliteitsmanagementsysteem. En daarna zijn er problemen ontstaan waar u geen zicht op heeft gehad. Maar die trein is toch niet daarna gebouwd? Die trein is toch gebouwd en u heeft toch certificaten afgegeven voor het ontwerp en ook de bouw van de trein? Wij geven geen... Een notified body geeft geen certificaten af voor iedere trein. Een notified body geeft een certificaat af voor het type. En uiteindelijk zit bij het certificaat met de SD-module zit er ook een goedkeuring van het kwaliteitsmanagementsysteem bij. Dus u zegt eigenlijk, we hadden het helemaal niet kunnen zien, want we hebben niet naar ieder afzonderlijke trein gekeken. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, de notified body is met één audit per jaar niet in staat om naar iedere trein te kijken. Sterker nog, tijdens deze audit wordt ook maar in beperkte mate naar de trein gekeken. Wordt veel meer gekeken naar het kwaliteitsmanagementsysteem en de wijze waarop de leverancier dat hanteert. Ik probeer even dit onderdeel tot zover even samen te vatten. Ik heb u geconfronteerd met de uitspraak van de heer Jonkers, kwaliteitsinspecteur, die zegt, ja, ik zag al in de praktijk dat het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk niet echt goed werd toegepast op meerdere momenten. We hebben een aantal onderzoeksrapporten die zeggen, afwerkkwaliteit was op meerdere plaatsen onder de maat, de treinen verschilden. En er is een certificaat afgegeven door Lloyds. Een certificaat voor het ontwerp en een certificaat voor de productie van de treinen. En daarbij is getoetst op het kwaliteitsmanagementsysteem. Ik vroeg u een verklaring voor die verschillen. En u zegt, nou, we hebben een certificaat terecht afgegeven. Maar je kunt niet inzicht hebben in de kwaliteit van ieder afzonderlijke trein. Want daar hebben we niet naar gekeken. En dat kun je ook niet als je één keer per jaar daar aanwezig bent. Dan kun je geen zicht hebben op de kwaliteit van die treinen. Ik wil nog aan toevoegen dat het bij de keuze voor een SD-module ook niet het uitgangspunt is dat je naar iedere trein kijkt. Maar, om het helemaal niet voor de mensen ingewikkeld te maken met alle afkortingen, het doel is wel geweest van het certificaat, als we kijken naar het kwaliteitsmanagementsysteem, dat er een systeem is, maar dat het ook geborgd is en wordt toegepast in de praktijk. Ja. En wat we nu zien in die onderzoeksrapporten is dat er zorgen zijn over de kwaliteit van die trein. En u zegt, we hebben gekeken naar de wet en regelgeving, daar hoort kwaliteit niet bij. Dat hebt u ook eerder aangegeven. Maar u zegt in feite, met het instrumentarium waarvoor gekozen is, door u en de opdrachtgever, kon je eigenlijk geen zicht hebben op de kwaliteit van die afzonderlijke treinen. Met het instrumentarium dat de wetgever in de Europese Unie heeft voorgeschreven, kun je met deze manier van toetsen niet ieder product toetsen. Je had kunnen kiezen voor certificaat om wel de afzonderlijke treinen te keuren. Dat bepalen wij niet, dat heb ik u uitgelegd. Dat bepaalt feitelijk de opdrachtgever. Ja, maar je had er ook kunnen adviseren over. Ja, in de Europese regelgeving is het zo vastgelegd dat dus nadat het kwaliteitssysteem is goedgekeurd, de leverancier voor elke trein een schriftelijke verklaring overlegt, een EG-keuringsverklaring, waarmee hij verklaart dat deze trein, specifieke trein, voldoet aan de wettelijke eisen. Ja, dat is onderdeel van het systeem en dat eigenlijk de fabrikant zegt met die verklaring, mijn treinen voldoen allemaal aan dat prototype. Ja. Maar uw rol was als keuringsinstantie om te kijken, is dat kwaliteitsmanagementsysteem van dien aard, wordt die zo toegepast dat de treinen die daar worden gebouwd allemaal voldoen aan dezelfde eisen? Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Aan de wettelijke eisen? Dat het kwaliteitsmanagementsysteem erg geschikt voor is om treinen te produceren die allemaal voldoen aan de wettelijke eisen. De toepassing van het kwaliteitssysteem zelf op iedere trein is een verantwoordelijkheid van de leverancier. Ja. Ja. En resulteert in een EG-keuringsverklaring per trein. Was het dan niet beter geweest achteraf om wel die treinen afzonderlijk te keuren? Ook al zegt u, dat is de keuze van de fabrikant. Maar was dat dan niet beter geweest? Ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb aardig wat certificeringsprojecten gedaan, dat weet u. Ik heb geen ervaring met het keuren van individuele treinen. Als ik naar de regelgeving kijk van die SF-module die dat mogelijk maakt, dan staat daar eigenlijk ook niet precies omschreven van hoe je dat moet doen. Dus het inrichten in de praktijk van een keuring van iedere trein is in wezen vrij aan de opdrachtgever en de notified body. Maar die keursinstantie heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol in de keten, want de inspectie baseert zich op de informatie die ze krijgt van de keuringsinstantie. Ja, zo is het systeem Europees wettelijk ingericht. Ja. En heeft u nooit gedacht achteraf van, goh, waren we nou maar wat vaker daarin geweest, of hadden we van dit punt kwaliteit maar een groter punt gemaakt? Nee, feitelijk niet.
Kijk, wel als keuringsinstantie ben je ook gebonden aan wat de regelgeving voorschrijft. Er is een Europese tendens dat de leveranciers steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik heb u al net verteld dat de inspectieintervallen nu wettelijk van 1 jaar naar 2 jaar zijn verschoven door de Europese Unie. En ja, wij zijn daar in feite, we hebben niet de middelen om daar als keuringsinstantie scherper te keuren. Ik geef het woord aan mevrouw Van Torburg. Iedereen gebruikt zijn eigen woorden, maar ik probeer ook mijn woorden nog even te gebruiken om te kijken of ik het dan heel goed snap. Want wij maken op uit de eerste audits dat er grote zorgen zijn. U zegt rommeltje, spullen lagen buiten door elkaar, niemand wist meer eigenlijk wat nog moest worden gebruikt en wat al was gebruikt. Er zijn rapporten waaruit blijkt dat er wordt gelast op roestige onderdelen. Dus er zijn behoorlijke zorgen. Vervolgens komen de zorgen erbij dat er kwaliteitsaspecten niet helemaal in orde zijn. Dat wordt gezien. Is het nou zo dat u op dat moment had kunnen zeggen, wij gaan nu echt kijken of dat systeem wat op papier klopt ook wel wordt uitgevoerd? Of had u dan terug moeten gaan naar de leverancier, naar de fabrikant om te vragen, wij moeten extra geld hebben, want wij moeten extra keuringen gaan doen, extra audits, want wij maken ons zorgen. Of maakt de fabrikant dat dan eigenlijk uit of u opschaalt? Nee, zeker niet. De eerste audits hebben, zoals ik ook plaatsgevonden, in een productielijn die nog aan het opstarten was. Voor ons is het dan vrij normaal dat je daar nog niet een geolied productielijn ziet lopen. Had u dit soort problemen bij andere fabrikanten dan eerder gezien? Nou, we doen daar soortgelijke audits en daar zie je eenzelfde opstartproces. Last op roestige onderdelen en spullen buiten elkaar? Het last op roestige onderdelen is een voorbeeld wat u noemt uit het auditrapport volgens mij 2009, eigenlijk na mijn tijd, maar ik ken het wel. Dat heeft geresulteerd in een non-conformity geconstateerd door de notified body. Daarop is direct actie ondernomen door Ansaldo Breda. Er is een extra onderzoek gepleegd op het materiaal door een extern instituut. En er is ook gekeken welke onderdelen er daarbij, welke onderdelen betrof. Die zijn ook apart gezet en er heeft een herkeuring plaatsgevonden. Dus daar is wel degelijk een actie op geweest. Collega Bergkamp analyseerde het als volgt dat dus u doet audits om te kijken of het kwaliteitsmanagementsysteem wel in de praktijk wordt uitgevoerd. Maar dan kijkt u vooral naar de veiligheid en wat minder naar de kwaliteit. Die signaleert u wel. Maar is er bij u of bij uw collega's nooit een signaal afgegaan dat bijvoorbeeld door Jonkers vrij duidelijk is gemaakt dat er werd gebouwd zonder tekeningen? Dat er geen werkinstructies op de werkvloer waren. Is dat dan niet gezien? Ik heb het interview van de heer Jonkers natuurlijk ook gezien. Hij was er permanent aanwezig. Wij deden daar steekproeven. En wij kenden de rapportages van de heer Jonkers niet. Dat waren volstrekt gescheiden opdrachten. We kregen er ook geen kopieën van of niet. We hadden de informatie op dat moment niet als notified body. We moesten dus kijken naar onze eigen steekproeven. En door onze inspecteurs is dat op dat moment niet in die mate geconstateerd. Maar is dat niet de vraag van collega Bergman terecht? Bergkamp terecht, wat zeg ik nou dan? Collega Bergkamp terecht. Beter dan Veerkamp. Dat een kwaliteitsmanagementsysteem moet ook worden geanalyseerd of dat in de praktijk wordt uitgevoerd. En dat u dus niet heeft gezien dat dat niet gebeurde. En dat dat dus de vraag terecht doet reizen of dan zo'n certificaat terecht is afgegeven. Het certificaat is volledig terecht afgegeven conform de regelgeving die daarvoor geldt en de inspecties daarvoor door ons voor moeten worden uitgevoerd, de audits. Ja, wat u eigenlijk vraagt is, zouden er geen andere regels moeten gelden? Nee, de vraag is, als personen die in de fabriek komen signaleren dat de kwaliteit tekortschiet, signaleren dat de instructies niet worden uitgevoerd, signaleren dat er een mooi kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht, maar dat het in de praktijk niet wordt uitgevoerd. Dat zien de mensen op de werkvloer. Hoe kan het dan dat degene die een certificaat afgeeft, dat toch afgeeft en daarmee wel zegt dat het kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk wordt uitgevoerd? Dat is dan onze toch auditors hebben dat niet in die mate gezien zoals u dat nu beschrijft. Oké. Okay. Oh, ja, ik mag zelf ver. Misschien nog één. Natuurlijk. Maar
Daarmee ontstaat wel de vraag of je niet meer kunt doen met signalen. Want u blijft heel erg vasthouden aan de wet en regelgeving. En daarvoor bent u er. En dat is een hele belangrijke taak. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet ook meer kan doen met andere signalen. Als iedereen zich houdt aan hetzelfde, ja, dan kan je ook dingen missen. Natuurlijk kun je meer doen met signalen. Het eerste daarbij is dat je die signalen dan wel moet krijgen en officieel moet krijgen. Je kunt niets doen met geruchten. Je kan alleen maar iets doen met eigen bevindingen. Van eigen mensen hebben dingen gesignaleerd over kwaliteit. U zelf ook. Ja, maar daar is ook, heb ik ook net uitgelegd, ook actie op ondernomen. Onze auditors hebben dingen gesignaleerd waarop actie is ondernomen. Heeft u ook aangegeven de informatie richting ILT van oké, het voldoet misschien wel aan de wet en regelgeving, maar kwaliteit, afwerkkwaliteit, hebben we zorgen over. Heeft u dat signaal afgegeven? Daar was op dat moment geen aanleiding toe. Oké. Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Lloyds heeft dus op een bepaald moment het ontwerp en de productie van de Vira gecertificeerd. Lloyds Register Nederland, de Notified Body. Ja. Ja, ja. Betekent dat dan dat alle treinen veilig zijn? Alle treinen zijn dan veilig als de fabrikant heeft gegarandeerd met zijn kwaliteitssysteem dat aan de wettelijke eisen is voldaan. Daarvan zijn ook verklaringen door de fabrikant afgegeven per trein. Als u mij vraagt, betekent dat dan dat alle treinen veilig zijn? In die zin betekent het dat alle fabrikanten door de klant of door de leverancier als veilig worden verklaard. Dan heeft de inspecteur-generaal, mevrouw Tunnis, op enig moment een interview gegeven in de krant. En zij zegt, certificering wil niet zeggen dat een trein veilig is. Wat vindt u van zo'n uitspraak? Ik ben het daar niet mee eens. Oké, dus die uitspraak is onterecht gedaan? Ja, in het type, onterecht vanuit haar perspectief. Ik kan daar niet zien in welke context zij dat dacht natuurlijk. In principe is met het typekeuring heel uitgebreid getest dat treinen aan alle veiligheidseisen uit de TC's voldoen. En is er een systeem van kwaliteitsborging bij de leverancier aanwezig, waarmee de leverancier elke trein veilig kan afleveren. Kan afleveren? Dat is verantwoordelijkheid van de leverancier. Moet afleveren, kunt u ook stellen. Oké. Maar we hebben net vastgesteld dat niet alle treinen afzonderlijk zijn gekeurd. De fabrikant verklaart wel dat alle treinen zo worden gebouwd, maar u kijkt alleen naar de eerste en u kijkt naar de testen. Kan het dan toch zijn dat uiteindelijk Vira treinen zijn gebouwd die op een aantal punten niet veilig waren? Bijvoorbeeld omdat, waar we het net over hadden, de productiekwaliteit heeft tekortgeschoten. Ja, dan komt u eigenlijk voorbij het werk van de Notified Body en de keuringsinstantie. Het is natuurlijk zo, de treinen worden geaccepteerd door een vervoerder. De vervoerder neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor de treinen over van de leverancier op het moment dat hij ze inschrijft en ermee gaat rijden. En daarmee heeft de vervoerder dus ook een veiligheidsmanagementsysteem die ervoor moet zorgen dat problemen in de treinen, net na afname, maar ook al tijdens het rijden en het onderhoud van die treinen, gewoon dat die problemen aan het licht komen, worden geregistreerd en dat er ook maatregelen op worden genomen. Dat valt buiten de verantwoordelijkheid van de certificering. Maar de certificering is toch juist bedoeld dat het zo wordt dicht geanalyseerd, dat je uiteindelijk, zeker voor de gekozen modules, aan de ene kant ziet een prototype is veilig. De treinenfabrikant zegt dat hij ieder trein bouwt zoals het prototype. Daar is dat kwaliteitsmanagementsysteem voor bedoeld. Maar of dat vervolgens in de praktijk werkt, daar zou je ook op toe moeten zien. Maar daar is er blijkbaar toch ergens iets gebeurd. Want dat blijkt dan misschien wat minder te zijn gedaan. Ik heb uitgelegd dat we daar op toe hebben gezien. Volgens de regels die daarvoor voorgeschreven zijn. Maar het kan dus zijn dat als die productiekwaliteit dan toch onvoldoende is, dat er uiteindelijk een trein uit de fabriek rolt die niet veilig is. Als dat zou gebeuren, we zijn wel heel hypothetisch bezig, heb ik u net uitgelegd dat daarvoor ook nog een vangnet is, namelijk de verantwoordelijkheid van de vervoerder die trein dan accepteert in het materieelpark, die daar ook afnameritten mee doet, die daar elke dag 24 uur veiligheidschecks op doet voordat hij de dienst in mag, die daar onderhoudssystemen voor heeft,
En die zorgen ervoor dat die trein op een veilig niveau blijft. Dus het zou dus, er zit dus een risico. We zijn het eens over het feit dat er een risico zit. Maar dat risico moet dus gemitigeerd worden, moet weggenomen worden door een heel stevig uiteindelijk testprogramma, proefbedrijf. En dan kan je pas gaan kijken of die treinen moeten gaan rijden. Daar zou je dat dan in op moeten vangen, hoor ik dat u zeggen? De afnameprogramma, testprogramma van de vervoerder, maar ook het onderhoud tijdens de hele levensduur van de trein. Het is een verantwoordelijkheid van de vervoerder in het veiligheidsmanagementsysteem van de vervoerder, veiligheidszorgsysteem eigenlijk, om de treinen zodanig te onderhouden en te gebruiken dat ze ook veilig blijven gedurende de levensduur van 20, 30 jaar. We hebben nog iets gehoord wat we met u aan de orde willen stellen. Dat namelijk degene die op de werkvloer is geweest, heeft geconstateerd dat de treinen de fabriek verlieten toen ze echt nog niet klaar waren. Dat er nog 500 openstaande punten was, dat uiteindelijk is dat aantal teruggebracht tot 250. Het waren punten die nog moesten worden afgewerkt. Geldt nou die certificering voor treinen die nog niet af zijn? Ja, met degene bedoelt u waarschijnlijk Tinus Jonkers die u maandag heeft gehoord. Hij deed deze uitspraak vanuit zijn perspectief, namelijk treinen die de fabriek in Pistoia verlaten. Mm-hmm. De eerste treinen die Pistoia verlaten hebben waren treinen 1 en 2... die eigenlijk bedoeld waren voor het testgebruik of voor het testen op de lijnen in Nederland. Mm-hmm. Het is vrij gebruikelijk dat die treinen ook nog niet af zijn op dat moment. Die treinen, voor zover ik middeleeuw gehoord, waren nog niet voorzien van interieur. Dat komt ook veel voor. Tijdens het proefbedrijf wordt er dan extra ballast ingezet met waterballast, watertonnen, om het juiste gewicht te bereiken. En daarmee zijn die treinen voor het type testen in 2009 gewoon geschikt voor het uitvoeren van de testen die gedaan moeten worden in het kader van de wettelijke type toelating. Maar heeft de keuringsinstantie nou ook een rol in het beoordelen, deze trein is klaar genoeg om te worden gebruikt, of is daar geen rol in? Nou, van die specifieke treinen weet ik dat ze eind 2012 zijn teruggegaan naar de fabriek in Pistoia, compleet zijn nagewerkt en tijdens die nawerkactie heeft mijn collega Notified Body ook nog een audit uitgevoerd. Dus ja. Het beeld van, wat naar aanleiding van die vraag, de heer Jonkers zegt van ja, de treinen verlaten de fabriek met een groot aantal open punten. De aard van de open punten ken ik helemaal niet. Ik ken de lijsten ook niet. Ik weet ook niet of dat betrekking heeft op veiligheid of op kleinere zaken. Mijn indruk is dat het gaat om kleinere zaken, interieur. Maar waar baseert u dat op? Omdat als het ook over software gaat en over deuren en over. Nou, ik heb begrepen dat van de mensen die u daarna heeft geïnterviewd, dat die dat ook zo hebben aangegeven. Dat was uw indruk? Ja. Maar als ik u zeg dat er de hele lijsten punten waren van verschillende kaliber, zware punten, lichte punten, en dat misschien software een hoop zou oplossen, maar vooralsnog toen ze de fabriek verlieten nog niet hadden opgelost, dan is dat toch ook een issue. Met betrekking tot software heb ik u verteld dat wij een audit hebben uitgevoerd op het softwareontwikkelingsproces, configuratiebeheer en testproces in Napels. En het proces deugde? Dat deugde. De software wordt, zeg maar, vanaf specificatie met in verschillende stappen module testen op op de systemen daar, zeg maar, die ook in de trein komen en vervolgens in de trein gezet. Tijdens het de testperiode van 3 jaar zijn er natuurlijk wel verschillende updates van die software geweest. Mm-hmm. En ik meen met herinneren dat na de certificering in juli er ook nog een verbeterde softwareversie in de trein is gezet, die ik ook bij INT toen heb aangemeld. Softwareontwikkeling is een proces wat continu plaatsvindt en waar continu verbeteringen plaatsvinden. Misschien nog één korte vraag. U gaf aan dat de eerste treinen nog niet klaar waren, afgemaakt werden, ook toch terug zijn gestuurd. Maar het ging niet alleen om de eerste treinen. Het ging ook om treinen die later, zeg maar, in de reeks gebouwd zijn, die ook nog niet klaar waren, maar wel de fabriek zijn verlaten. Dus ik vroeg me even af waarom u aangeeft die eerste treinen en niet ingaat op de treinen die daarna, die ook nog niet helemaal klaar waren, de fabriek zijn verlaten. Maar nogmaals, ik kende de lijsten van de heer Jonkers niet, die kreeg ik ook niet. Ik kreeg zijn rapportages helemaal niet, dus ik heb daar maandag voor het eerst kennis van genomen. Ja. Ik heb hem ook horen vertellen dat naarmate de productie vorderde,
de lijsten veel minder items bevatten. Ja, maar het lijkt alsof u over het verhaal van de heer Jonkers wel een opvatting heeft. Want u zegt, ja, die eerste treinen waren niet klaar, maar dat is gebruikelijk. En die zijn afgebouwd in de andere fabrieken of zijn zelfs teruggestuurd. Maar de opmerking van de heer Jonkers betrof ook de treinen die later zijn gebouwd. Dus ik voel me af of u daar weet van heeft. Daar heb ik geen weet van. Okay, voor zover mij bekend zijn de treinen die... Ja, als u, meneer Borger, als ik mag onderbreken, als u er geen weet van heeft, dan moeten we er ook niet over speculeren. Ja. En u speculeerde daar misschien volgens mij over de latere treinen. Daar heeft u gewoon geen informatie over. Nou, ik weet wel dat de notified body, de trein die bij de type inspectie is geïnspecteerd, dat was volgens mij de 4805. Dus dat zou de vijfde trein zijn. Maar laten we niet verder in de details. Mijn opmerking vraag was of u ook informatie heeft over de treinen die na de eerste... Die na de eerste treinen zeg maar de fabriek zijn verlaten. Die bleken ook niet klaar te zijn. Nog een grote lijst opstaande punten, maar daar heeft u geen informatie over. Dus daar moet u denk ik ook dan niks over. Ik heb van beide rapportages van de heer Jonkers geen informatie. Ja, nee, dan is dat helder dat u... Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Ik wil inzoomen op de rol van de ILT. Mm-hmm. De inspectie die uiteindelijk de vergunning verleent om de trein te mogen gebruiken, in te mogen zetten in de dienst. Want uiteindelijk laat de inspectie, de ILT, de VIRA toe. Heeft u nou in de aanloop daarnaar regelmatig overleg gevoerd met de ILT? Jazeker. Wat voor momenten was dat? Dat begon eigenlijk al op het moment van de opdrachtverstrekking in 2004. Daar hebben we met name overleg gehad met volgens mij regelnet in die tijd over de wet en regelgeving. We hebben ILT continu in voortgangsgesprek op de hoogte gehouden van de voortgang van onze toetsing. Eind 2009 in de aanloop naar de verklaring van geen bezwaar voor het aanvangen van de testritten. Eind 2008 zeg ik. Hebben we natuurlijk samenvattende gesprekken gehad met ILT. Presentaties aan ILT gegeven van dit hebben we gedaan. Zo hebben we het aangepakt. Dit zijn de resultaten. En daarom vinden wij dat nu de testritten kunnen gaan plaatsvinden. Dus een aantal, zeker in het begin intensief over wet en regelgeving, over een aantal testen heeft u overleg gevoerd. En aan het eind in de aanloop naar de verklaring van geen bezwaar. Dat zijn overleggen die u heeft gevoerd. Is dat een regulier, een maandelijks, kwartaal? Is dat een regulier overleg? Volgens mij is het zeker wel per kwartaal geweest. En we hadden ook contact over bepaalde ontheffingen die aangevraagd moesten worden. Waar we een reactie van ILT verwachten op dat moment. Oké. Okay. Dus er was gedurende het hele project, ik heb dat ook, mijn collega heeft dat natuurlijk van mij overgenomen. Ik heb dat later ook bij het aanvragen van de uiteindelijke vergunning mee kunnen maken. Is er eigenlijk continu overleg geweest met ILT en hebben we elkaar op de hoogte gehouden. Had u nou de indruk dat de inspectie bijzondere aandacht had voor de VIRA-trein? Ja, dat had ik wel, ja. Waar bleek dat uit? Nou, dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat er niet alleen op mijn niveau overleg was met de inspectie, maar ook op... hoger niveau tussen zeg maar de HSA, HSA management en ILT management. Daar was overleg. Was u daarbij? Daar was ik niet bij, nee. Maar er was wel overleg over de voortgang en over eventuele problemen. En op mijn niveau was er ook overleg. Er was veel meer dan gebruikelijk overleg dan met ILT, zoals ik het ken uit andere projecten. Had u nou daarbij het idee dat de ILT... de VIRA beschouwde als een risicovol project? Nou, dat zou u aan de INT moeten vragen. Ik kon alleen maar misschien doen we dat nog, maar ik vraag hem ook aan u. Ik kan alleen maar constateren dat zij een zeer veel belangstelling hadden voor het project... en ook graag op de hoogte werden gehouden van de voortgang en de problemen. Dus u had het idee dat er intensiever in dit project is meegelopen door de ILT... Dan wat u in andere projecten gewend was. Ja, zeker. Kijk, als u het vergelijkt met een eenvoudige goederenwagen... waar wij ook certificeringen voor doen... die keuren we helemaal zelf tot het helemaal klaar is. Dan sturen we de aanvraag naar ILT. En binnen 8 weken is ILT klaar met de vergunning. Tijdens de bouw van zo'n goederenwagen... is er helemaal geen overleg met ILT over de voortgang en de problemen. In dit project hebben we circa 8 jaar, misschien 9 jaar... overleg met ILT achter de rug... op regelmatige basis, op verschillende niveaus. En met wie sprak u dan, vanuit de ILT zelf? Ik sprak in eerste instantie met de heer Maas van de ILT, dat was de inspecteur waar ik mee te maken had. Later is dat overgenomen door de heer Van Herwaarden. Okay.
Op een bepaald moment blijken daar bijzondere problemen met in ieder geval de Italiaanse treinenbouwer. Er komen berichten uit Denemarken. Heeft u het idee gehad dat op dat moment de ILT nog een stap extra zette om te kijken wat er aan de hand was? Niet als reactie op signalen uit Denemarken, nee. Dat heb ik niet kunnen waarnemen. En op reactie uit andere signalen, vertragingen bijvoorbeeld? De trein was na de ontwerpfase al zeer vertraagd. Vertragingen wel natuurlijk. Ook INT die rijdt af en toe mee met beproevingsritten. Dus tijdens de testperiode kunnen natuurlijk de toezichthoudende kant van INT, die rijdt zelf af en toe mee. En dat gebeurde ook tijdens de operationele dienst. Later, na juli 2012, daar was de INT zeer actief. Okay. Heeft u het idee dat de inspectie zijn rol goed vervuld heeft in dit dossier? Ja, ik heb dat idee wel. De inspectie heeft wel natuurlijk een vrij procesmatige rol, die ook is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving en in de Europese wetgeving. Dus hebben ze zich conform wet en regelgeving opgesteld? In het toelatende kant van het dossier, zoals ik dat heb behandeld met de heer Van Herwaarden en de heer Maas, hebben zich goed opgesteld, ja. Stel dat de inspectie zelf ook onder de trein kan kijken, zoals ze dat wel eens zeggen in die terminologie, maar zelf ook echt inspecties aan de treinen zou kunnen uitvoeren, misschien steekproefgewijs. Wat zouden daar volgens u voor- en nadelen van zijn? Volgens mij is dat gewoon sowieso al toegestaan, dus zou kunnen, het mag al. De inspectie mag in uw beleving zelf ook naar de treinen kijken? Jazeker. En in sommige gevallen doen ze dat ook. Dus als ik dit onderwerp even samenvat. U had regulier overleg met de ILT. Ja. U had het idee dat de ILT dit project als een bijzonder project zag, omdat u van de ILT meer zag, meer contact met de ILT had dan gemiddeld. Ja. En u zegt, en daarbij had de ILT ook nog zelf de treinen kunnen bekijken, onderzoeken. En of dat gebeurd is, dat is... Oké. Geef het woord, mevrouw Bergkamp. En nog even over die rol van de inspectie, de ILT. Het is toch niet zo dat de inspectie, voordat de trein is toegelaten, naar de trein zelf mag kijken, mag inspecteren, onder de trein mag kijken? Als de inspectie dat wil, is ze altijd welkom. Op het moment dat er beproevingsritten worden gereden op het Nederlandse net, mag de toezichthoudende kant van de inspectie altijd meerijden. En ze doen dat ook regelmatig. Dus de ILT had ook naar Italië kunnen komen om te kijken naar de trein, hoe die gebouwd werd? En... Bij mijn weten is daar wel sprake van geweest in de periode dat mijn opvolger daar het project uitvoerde. Er is sprake van geweest dat de INT samen met de inspectie van België naar Italië zou gaan. Dat is niet gebeurd. Er staat me misschien wel bij dat ik heb op een gegeven moment contact gehad met de heer Maas in die periode. En die vroeg mij een contactpersoon bij Ansel Breda. Omdat hij toch in Italië was, wilde hij graag een keer de fabriek zien. Ik heb nog geprobeerd om dat na te zoeken of dat daadwerkelijk gebeurd is, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Maar misschien kunnen jullie dat nog vragen. Maar u zegt in ieder geval, als een trein nog niet is toegelaten, dan mag de ILT, dat wordt niet weerhouden door Europese wetgeving, dan mag de ILT gewoon kijken naar de trein, inspectie zelf uitvoeren. U zegt er graag dat, zelf. Graag zelf, zegt u. Ja. U geeft ook aan dat er intensieve gesprekken zijn gevoerd tussen u en de inspectie, de heer Maas en zijn opvolger, de heer Van Herwaarden. Het was intensiever ten opzichte van andere projecten, gaf u aan. Aan wat voor projecten moeten we dan denken? Nou, ik gaf u een voorbeeld van een goederenwagenproject. Dat is natuurlijk een heel simpel project. Een locomotiefproject. Over het algemeen is de notified body daar een hele tijd zelfstandig bezig. Totdat het moment dat er een verklaring van geen bezwaar moet komen. Tegenwoordig heet dat een gedoogbrief. Maar dat is hetzelfde waarmee je op het net gereden mag worden. Dan is het daar even weer intensief contact. Ja. En voor het aanvragen van de uiteindelijke vergunning is er ook intensief contact. En waarom was dat contact wat intensiever? Kwam dat omdat het gewoon een complex project is? Of wat waren de redenen daartoe? Nou, er waren eigenlijk twee redenen. Aan de ene kant, wij hadden vanuit de notified body behoefte om contact te hebben met INT, omdat de regelgeving in het begin niet helemaal vast stond.
Daar waren ook verschillende partijen die daar een rol speelden. Natuurlijk de wetgever, maar ook de Hazardtijd projectorganisatie was daar ook aan tafel. En ProRail natuurlijk als netbeheerder. Ja, dus om de wetgeving met elkaar te bespreken. Ja. En de tweede reden was? De tweede reden. Wij willen graag INT meenemen in dit project, zodat zij zich ook konden inleven, kunnen voorbereiden op de uiteindelijke vergunningsaanvraag. Maar kwam het initiatief dan van u, vanuit de keuringsinstantie, om de ILT intensief te spreken, of nam de ILT ook zelf initiatief? Nou, in de meeste gevallen denk ik dat wij dat initiatief namen, omdat wij graag de INT willen betrekken in de voortgang. Ja. En ook vragen hebben, tijdens het project ook vragen richting de ILT hebben gesteld. Dus het kwam vanuit Lloyd zelf om de wet en regelgeving om de ILT vroegtijdig te betrekken in het proces? Ja, voor het grotendeels wel. Ja. Ja. Had u dan ook over kwaliteit? Deelde u die zorgen met elkaar? Of ging het echt alleen maar over veiligheid? Goh, die TSI is aangepast. En hoe gaan het ging in die tijd voornamelijk over het voldoen aan de wettelijke regelgeving. En wij waren op dat moment natuurlijk heel erg bezig met de typecertificering. Dus het ging over de uitkomsten van de testen, over het ontwerp van de trein. Met name daarover. Ging minder ooit over kwaliteit. Maar het ging ook wel eens over kwaliteit? Nou, ik kan me dat niet zo herinneren. Ik was toen ook geen projectleider van de Notified Body. Ik had wel contacten natuurlijk namens de aanvrager. Dus het ging niet over kwaliteit, maar over veiligheid, verschillende veranderingen. Veiligheid en ja, compatibiliteit met de wetgeving. Dan gaan we naar de periode januari 2013. Er wordt besloten door de vervoerder HSA en ook de Belgische Spoorwegen om de Vira tijdelijk uit de dienst te halen. Er waren grote problemen door de winterse omstandigheden. Inspectie heeft ook gekeken wat er aan de hand was. Een afdekplaat, afdekrooster was van de trein gevallen, was ook beschadigd. Er waren problemen met de deuren, één deur hing scheef. Problemen met de uitschuiftreden en er was ook sprake van ijsafzetting. Zijn dat nou veiligheidsissues? Dat zijn zeker veiligheidsissues. Waar in ieder geval de Belgische inspectie onmiddellijk op heeft gereageerd. Nou, met name die afdekplaat was natuurlijk de aanleiding om daar de vergunning in te trekken. Dus ja. Ja, dus de problemen die ik net opsomde, die gesignaleerd waren, waren veiligheidsissues, risico's voor de veiligheid. Ja, zeker. Ja. Is dat nou gebruikelijk bij een nieuwe trein, dat je zo snel in deze omstandigheden dit soort problemen, veiligheidsissues krijgt? Dat komt regelmatig voor. En daarom is het ook belangrijk omdat dat door de vervoerder en door de INT gemonitord wordt, zodanig dat een vervoerder kan besluiten om zelf een trein uit de dienst te halen, of dat uiteindelijk de inspectie moet ingrijpen. Maar hoe kan het dat een trein die gecertificeerd is, hè, met elkaar in dit verhoor dingen uitgewisseld, dat veiligheid daarin centraal staat, een trein die is toegelaten door de inspectie, zo snel veiligheidsissues krijgt? Nou, u noemde een aantal voorbeelden. Wat ik daarvan kan zeggen is dat de klaptreden en de plaat vermoedelijk door ijsafzetting zijn beïnvloed. En dat is dus typisch een winterse omstandigheid in vrij extreem weer die zich dan plotseling voordeed en zich niet heeft voorgedaan tijdens het testprogramma van 3 jaar. Dus ja, dat is een nieuw feit en daar moet je op acteren als inspectie. Ja. Dus daar wordt niet echt naar gekeken, want dat vroegen wij ons als commissie ook af. Is er nou naar die winterbestendigheid van die trein, is dat onderdeel geweest van het certificeringsproces? Daar wordt wel naar gekeken, maar de eisen zijn daar beperkt. En de mogelijkheden om dat te testen zijn zo mogelijk nog beperkter. Ja, er zijn wel wat windtunnels, zoals één windtunnel in Wenen waar je dat in beperkte mate kan testen. Voor zover ik weet is dat ook gebeurd. Maar daadwerkelijk snel rijden met een trein over in deze omstandigheden die zo extreem waren, ja, dat kom je eigenlijk alleen maar tegen in de praktijk. Nou, dus je zegt eigenlijk kan je dat niet zien in de praktijk. Als je kijkt naar de testen, hè, op de Velum in Tsjechië is getest, daar lag toevallig sneeuw. Ja, je hebt de klimaatkamer in Wenen, hè, waarin de trein statisch staat en er wordt dan gekeken naar allerlei klimatologische omstandigheden. Maar uit die testen kan je niet echt een goed beeld krijgen wat er gebeurt met een trein die hard rijdt in sneeuwomstandigheden. Je kunt dat niet zo extreem testen als zich heeft voorgedaan in januari 2013. U zegt, en dat staat ook in de regelgeving, dat een trein in gebruikelijke omstandigheden, gebruikelijke weersomstandigheden, normaal gebruikt moet kunnen worden.
Dat staat in de Europese regelgeving algemeen. Hoe heeft u daar naar gekeken? Want u zegt, we hebben er wel naar gekeken. Nee, ik heb daar niet naar gekeken, maar een specialist die werkt in het NOBO-team van mijn collega heeft daar zeker naar gekeken. Wat u daar kunt doen is natuurlijk kijken naar componenten. Hè. Dus kan er ergens sneeuw achter gaan zitten? Kan er sneeuw naar binnen gezogen door ventilatoren in de trein? Het is dan veelal een expertbeoordeling dan een beoordeling die gebaseerd is op daadwerkelijk testen. En er kwam niet iets bijzonders uit? Daar kwam op dat moment niets bijzonders uit. Want u zegt het was heftig weer, of ik weet niet welke term u ervoor gebruikt, maar het was 8 centimeter sneeuw. Dat is heftig. Of u zegt dat is echt... Dat was althans het soort weer wat zich volgens mij tijdens de beproevingsritten in de voorgaande 3 jaar zich niet heeft voorgedaan. Waren er nou ook specifieke eisen waar het ontwerp aan moest voldoen om in een normale winter of een misschien iets heftige winter te kunnen functioneren? Niet in die zin. Voor componenten zijn er wel vochtigheidseisen, temperatuureisen. Die worden ook getest. Elektronische componenten worden los in kleinere klimaatkamertjes getest. Maar voor een hele trein zijn er geen specifieke testen voor geschreven. Dus daar is ook het ontwerp is daar, biedt ook geen mogelijkheden om daar dan extra zeg maar, naar te kijken. Bijvoorbeeld zo'n bodemplaat die dan blijkbaar in zo'n dynamiek van ijs... Op dit moment niet. Misschien dat er over enige tijd wel simulatieprogramma's zijn waarmee je dat zou kunnen gaan simuleren. Ja. Maar ik ken op dit moment... Ja, behalve dan een beperkte test in de klimaatkamer in Wenen, geen mogelijkheden om dit anders te testen dan in de praktijk. Dus je ziet het pas op het moment dat je in de praktijk met de trein gaat rijden en zulke weersomstandigheden plaatsvinden. Los van de problemen met het winterse weer, waren er ook andere betrouwbaarheidsproblemen. Eigenlijk in een wat langere periode. Problemen met de tractie, de aandrijving, problemen met het beveiligingssysteem, met de remmen, met de deuren. Is dat gebruikelijk dat bij een nieuwe trein dat soort problemen maar blijven spelen en ook uiteindelijk ook weer naar boven poppen? Ik ken dat eigenlijk in alle projecten, dat er beschikbaarheidsproblemen zijn van een trein. Dat er dus uitval plaatsvindt omdat een deursysteem niet goed werkt of dat snel in een beveiligingssituatie valt. Bij deze trein was er ook nog sprake van ERTMS. ERTMS is een beveiligingssysteem voor treinen. Dat heel nauw samenwerkt met een baansysteem. Ja. Daar is ook nog een ontwikkeling gaande, zowel aan de treinsystemen als aan de baansystemen. En daardoor vond ook veel uitval plaats. Dus u zegt eigenlijk, kijk het naar de problemen in het winterse weer, maar ook de betrouwbaarheidsproblemen, dat heb je eigenlijk altijd met een nieuwe trein. Ja, de betrouwbaarheidsproblemen van een nieuwe trein hebben niet alleen te maken met het ontwerp van de trein, maar ook met het onderhoud wat nog ingeregeld moet worden. En de instructie en ervaring van degene die de trein moeten rijden, de machinisten. Ja, maar uiteindelijk is ook door een aantal onderzoeken geconcludeerd dat de treinen een retrofit moeten krijgen, oftewel een heraanpassing. En dat 17 à 19 maanden duurt dat die treinen voldoende weer kunnen functioneren, zodat ze weer in de dienst genomen kunnen worden. Vindt u dat een kinderziekte? Of iets wat normaal is bij een nieuwe trein? Nou, het is eigenlijk iets wat een leverancier altijd probeert te voorkomen natuurlijk. Niemand, maar mijn vraag is even niet wat een leverancier probeert te voorkomen, maar u vanuit uw kennis en ervaring. Hè, ik ken retrofits op andere treinen die zo lang duren. Dus u schrikt daar ook niet van? Nee, het ligt aan de retrofit of de actie die moet plaatsvinden. En de acties die ik ken uit de rapportages uit de media, we kregen daar ook geen rapportages van op dat moment. En ook de acties die de taskforce van NS in begin 2013 heeft gedefinieerd. Daar zaten een aantal herontwerpen en inspanningen. En ook zaken bij die opnieuw getest moesten worden en opnieuw gecertificeerd zouden moeten worden. Ja. Die leiden tot zulke lange doorlooptijden. Is het nou zo, er is ook vastgesteld dat de accu's, de laagbespanning, dat herontworpen moet worden. Daar zat ook een gevaar met branden en dat soort dingen. Op het moment dat je dat herontwerpt, moet dat dan ook weer opnieuw gecertificeerd worden? Ja. En dan ook weer opnieuw worden toegelaten, de trein? Ja. Dus je moet eigenlijk op basis van de dingen die gesignaleerd zijn, de trein opnieuw certificeren en die moet opnieuw worden toegelaten? Naar mijn mening wel. Er zijn daar wel wat nuances te maken. De INT vindt sommige kleine wijzigingen niet vergunningsplichtig. Okay. Maar het zou kunnen, is uw oordeel, dat in dit geval de trein
eigenlijk kijken wat er vastgesteld is, opnieuw gecertificeerd en toegelaten. Ja, en een herontwerp van een batterijsysteem en bijvoorbeeld van beplating onderaan de trein, ja. Zou ik in de categorie van plaatsen die nog opnieuw gecertificeerd zouden moeten worden. Ja. Hoe kan je nou, vanuit het belang van de reiziger, hè, er wordt gestart met een trein die is gecertificeerd, die is toegelaten en na een aantal weken wordt die uit de roulatie gehaald en zou een retrofit moeten ondergaan, opnieuw gecertificeerd en toegelaten worden. Dat is toch niet een proces wat we met elkaar willen, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar hoe kan je dit soort dingen nou voorkomen? Moet je dan meer gaan testen? Moet er een langer proefbedrijf zijn? Ik heb u eigenlijk net verteld dat er naar mijn mening een zeer lang testbedrijf is geweest, waarbij type testen plaatsvonden, duidelijke technisch georiënteerde type testen met meetinstrumentatie. Periode van 3 jaar met 2 treinen. Ik had even over integraal proefbedrijf, ja. Dus zeg maar de generale repetitie, nou ja, voor de commerciële dienst zonder reizigers. Is er een proefbedrijf met 2 treinen geweest zonder reizigers voor machinistentraining. Dat startte volgens mij begin 2012. Ja. En vervolgens is er een vrij kort proefbedrijf geweest na de vergunningsverlening door NS Reizigers. Dan zou je dat langer moeten hebben? Om dit soort dingen te voorkomen, dat de reiziger in de sneeuw op de tochtige station staat te wachten op een trein. Nou ja, u kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Een vervoerder kan daar op verschillende manieren mee omgaan. Hij kan een heel lang proefbedrijf zonder reizigers inlassen. Maar, sorry dat ik u onderbreek, meneer Borgen, maar mijn vraag was, hoe kan je nou dit voorkomen? Want als je zo'n heel proces met elkaar optuigt, van jarenlang, wat heb je daar nou voor nodig? Een langer proefbedrijf, want u geeft eigenlijk allemaal aan wat je misschien niet moet doen, of dat het al gebeurd is. Een ander alternatief wat een vervoerder kan doen, is dat hij toch start met het operationele bedrijf, maar gewoon vervangend vervoer klaar heeft staan. Dus u zegt van... En dan hebben de reizigers verder geen probleem. Dat zou uw aanbeveling zijn, als je van start gaat, zorg dan in ieder geval dat je een backup... Zeker. En is uw aanbeveling ook, zorg dat je een langer integraal proefbedrijf hebt? Ja, dat is eigenlijk aan de vervoerder, maar ik zou dat wel graag langer zien. Ja, oké. Ik geef het woord aan mevrouw van Torburg. Ja, want u noemde een aantal keren dat het de verantwoordelijkheid is van de fabrikant om een goede en veilige trein af te leveren. Maar kunt u toch, naar aanleiding van dit hoofdstuk wat we met elkaar doornemen, aangeven, wiens verantwoordelijkheid is het nou eigenlijk om er op een onafhankelijke manier op toe te zien dat de fabrikant die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk invult? Is dat nou in eerste instantie van de keuringsinstantie of van de inspectie? Nou, dat vind ik vrij moeilijk beantwoorden. De keuringsinstantie zit natuurlijk voor in het proces, formeel. De inspectie komt daarna bij de vergunningsverlening wettelijk pas aan bod. De keuringsinstantie heeft, zoals uit opgelegd, daar beperkte middelen voor. Zeker als die module SD wordt toegepast. Binnen het kader van die middelen is daar naar mijn mening in voldoende mate op toegezien. Maar dat klinkt een beetje alsof als we meer middelen hadden, hadden we meer kunnen doen. Als de wetgever, Europese wetgever, daar de modules anders zou inrichten, zou iedere notified body daar een ander soort keuring op doen plaatsvinden. Hoor ik u nu eigenlijk ook een aanbeveling geven om iets met de wetgeving te doen? Nee, het is een keuze die je wetgever moet maken. Enerzijds kun je ervoor kiezen, zoals nu, om alle eindverantwoordelijkheid voor het product helemaal bij de leverancier neer te leggen. Dat is ook wat leveranciers willen. Dat is ook waar de leveranciers voor lobbyen in Brussel, via de Unive, dat is het verband van leveranciers. En aan de andere kant kan de wetgever ervoor kiezen om de inspecties te intensiveren. En dan krijgen wij als notified body te maken met andere, anders ingerichte keuringsmodules die we dan vervolgens gaan uitvoeren. Maar de leverancier is toch verantwoordelijk voor een veilige trein? Maar het systeem is er toch juist op gericht om dat dan onafhankelijk te toetsen of dat wel gebeurt. Je moet altijd wel een zekerheid inbouwen en de inspectie heeft daar vervolgens ook nog een rol in. Dus dan is toch mijn vraag, wat vindt u dan gelet op dit project wat misschien in wetgeving zou moeten worden aangepast? Nou, De inspectie heeft haar eigen verantwoordelijkheid om te bepalen wat zij nog extra willen toetsen. Daar kan ik verder niks van vinden. Ik heb alleen maar aangegeven dat de inspectie volledig op de hoogte was van de voortgang van onze keuringswerkzaamheden. En ja, dat is ongeveer wat ik daarvan kan zeggen. En ik wil toch nog even naar het onderdeel sneeuw.
Het is dus zo dat niet specifiek wordt getest op zware omstandigheden. Maar zo verschrikkelijk zwaar waren die omstandigheden toch helemaal niet. De Thalys ging gewoon met de volle snelheid op en neer. Ja, u weet ook, de Thalys, daar geldt een regime wat de vervoerder zelf heeft vastgesteld, dat in dit soort omstandigheden de snelheid wordt teruggebracht naar 160 km per uur. Maar de dagen dat er problemen waren, reden de Thalys op volle snelheid. En de Vira kwam terug en had zware schade. En twee dagen later bleek er een bodemplaat af te liggen. Ik heb die informatie heb ik niet, dat zegt u. Ik heb daar geen kennis van hoe de Thalys op dat moment reed. En vindt u dat, gelet op uw rol, het misschien beter zou zijn om ook echt specifiek te testen op winterse omstandigheden en dus echt een simulatie te doen? U zei het zou misschien kunnen, maar vindt u dat het ook zou moeten? Nou, het is wel een aanbeveling ter verbetering van de regelgeving. Ik denk dat er, als de regelgeving wordt verbeterd op dat punt, dat er ook veel onderzoek naar gedaan moet worden. Er wordt ook onderzoek naar gedaan hoe dat zou kunnen. Dat volg ik wel. Maar uiteindelijk moet daar dan een test bedacht worden die ook uitgevoerd zou kunnen worden. En ja, dan kan ik als keuringsinstantie op toezien dat die test ook inderdaad gedaan is. Ik kan als keuringsinstantie nu geen testen bedenken. En dan kan het gebeuren dat de ILT na dit hele traject dus in januari constateert dat die ijsophoping eigenlijk ervoor zou kunnen zorgen dat de trein gaat ontsporen. En dat we dat in het systeem helemaal niet je kent de constatering ontsporing niet. Dat is mij niet bekend. Oké. Mevrouw Bergkamp had het ook nog even over over het proefbedrijf. Vindt u nou dat er een voldoende proefbedrijf is? En heeft u daar dan een rol in? Als keuringsinstantie. Met proefbedrijf doelt u op de generale repetitie zonder reizigers. Dat de vervoerder uitvoert, neem ik aan. Spelen voor het EGI. Dat zou je ook kunnen zeggen, ja, dus, in heel simpel Nederlands. De keuringsinstantie heeft daar geen rol. De vergunning is afgegeven. Of de verklaring van geen bezwaar is afgeschreven. Vervolgens gaat de vervoerder dat proefbedrijf uitvoeren. Daarmee toetst de vervoerder de veiligheidsmanagement systemen, het onderhoud, de procedures van de machinisten, de instapprocedures met de conducteurs. Alles wordt daar dan gerepeteerd. Maar u gaf aan dat er een aantal zaken zullen zijn die pas later in de testen naar boven komen. Heeft dan een keuringsinstantie niet daar juist een rol in om te kijken of alles waarvan men dacht dat het zo zou werken, omdat het systeem zei dat het zo zou moeten, om dat er ook uit te halen of dat zo is? Heeft dan de keuringsinstantie daar helemaal geen rol in? De keuringsinstantie heeft daar geen rol. In feite is met het verstrekken van het certificaat de opdracht in principe beëindigd. Als de opdracht als het ware doorgaat, wat bij de VT50 ook het geval was, dan heeft volgens mij de leverancier de taak om dit soort incidenten ook te melden bij de keuringsinstantie. En als ze dat niet doen, dan weet niemand daarvan? Dus als dan alle problemen die u niet heeft gezien, even mijn vraag concreet. Als alle problemen die zich kunnen voordoen, hebben we het net over gehad, zich ook voordoen in een proefbedrijf, dan is er niemand die daarop toeziet. Of dan wordt ingegrepen dat die trein niet in het bedrijf wordt gezet. Ik heb begrepen uit de brief van de minister over het functioneren van de ILT, dat de inspectie 25 keer heeft meegereden in die periode en het proefbedrijf ook zeer nabij heeft gevolgd. Dus dan is de rol voor de keuringsinstantie uitgespeeld en dan zegt u, dan is de inspectie degene die daar misschien op toe moet zien. Ja. Ik wil een ander onderwerp aansnijden en dat is namelijk het feit dat Lloyds Nederland als keuringsinstantie voor de Vira is ingehuurd door Ansaldo Breda. Maar tegelijkertijd is er nog een andere tak van Lloyds, dat is namelijk Lloyds Europe. Die HSA heeft ondersteund bij de aanbesteding, dus al helemaal in het begin. En later ook bij de toelating van de trein. En Lloyds Europe heeft NSFSC geadviseerd bij en toezicht gehouden op de bouw. Nou lezen wij in het managementhandboek van Lloyds dat er inhoudelijk geen verschil is tussen Lloyds Nederland en Lloyds Europe. En dat het eigenlijk gewoon één organisatie is. Is daarmee Lloyds Nederland eigenlijk een lege huls? Lloyds Nederland is zeker geen lege huls. U moet zich voorstellen, Lloyds Register Nederland is een bedrijf wat gevestigd is in Rotterdam. Dat al jaren toezicht houdt op schepen. En volgens mij zitten daar honderden werknemers. Wij hebben met de overname van Lloyds, van Netrain Consulting door Lloyds, is er eigenlijk voor gekozen om de notified body activiteiten te laten plaatsvinden onder het beheer van Lloyds Register Nederland.
omdat die eigenlijk al zeer sterk in het inspectie- en verificatiewerkzaamheden bezig waren. Maar, en met de overname in 2006 van Netrain Consulting is er juist een scheiding gebracht in de verantwoordelijke bedrijven. Heeft Lloyds Nederland eigen werknemers? Lloyds Nederland heeft eigen werknemers, maar niet op het spoorweggebied. Wij voeren de keuringen. We gaan even naar de trein, naar de vieren. Ja. Heeft Lloyds Nederland ten aanzien van de sporen, dus deze tak van sport, eigen werknemers of niet? Of is het daarin hetzelfde als Lloyds Europe? Ik zou dat niet helemaal exact weten. De mensen die in het keuringsregime werken onder regie van Lloyds Register Nederland, onder naam Register Nederland, die komen in feite uit de pool van engineers van Lloyds Register Europe. Dus wat in het managementhandboek staat, klopt. Er is eigenlijk inhoudelijk geen verschil. Dus aan de ene kant degene die wordt ingehuurd door de leverancier en aan de andere kant degene die wordt ingehuurd door de koper. Dus eigenlijk één bedrijf. Het is een groep mensen die op de ene en op de andere activiteit kan worden ingezet. En die groep, dus mensen, zijn eigenlijk dubbelrollen. Die groep mensen bevindt zich in Lloyds Register Rail Europe. Dat zijn toch dubbelrollen? Want ik ga het even proberen echt uit te leggen, zodat ik mijn publiek niet verlies. Het is dus zo dat aan de ene kant vanuit een bedrijf mensen meelopen om te kijken of de trein goed wordt gebouwd. Die adviseren degene die trein koopt. Datzelfde bedrijf kijkt ook mee of het goed gaat. Hoeveel vrijheid heeft datzelfde bedrijf dan nog om te zeggen, oké, voor de leverancier klopt het allemaal, maar wij zien dingen die niet kloppen. Dat is toch gek? Dan zeg je dus per definitie dat als er verschil is, dat de een helft van het bedrijf het fout ziet. Die onafhankelijkheid is geborgd in onze kwaliteitssystemen. Is ook getoetst door de INNT. Is dat zo? In het verlenen van de accreditaties. Weet u dit of zegt u dit? Nee, dat is voor mij een gegeven. Anders kunnen wij dat niet uitvoeren. U zegt dat de ILT specifiek heeft gekeken naar die twee rollen. Dat hoor ik u vandaag zeggen. Omdat u dat weet. Dat u dat aanneemt. Ik weet dat niet zelf uit persoonlijke ervaringen. Ik weet het wel uit de terugkoppeling die heb ik gekregen van onze certificeringsmanager. Die INT begeleidt bij de audits die ze uitvoeren. Die horen bij onze accreditatie. Of het ministerie. Ik weet niet, het INT of het ministerie voert, die geeft ons die accreditatie. Zijn het VIRA-project die activiteiten, dus aan de ene kant de keuring en aan de andere kant het toezicht houden op de bouw, gescheiden geweest? Voor zover mij bekend is dat zeker het geval. Voor het nieuwe project waar ik de tijdsfase waar ik dan projectleider was, hebben wij daar ook onze mensen op geïnstrueerd die voor ons de NOBO-keuringen uitvoerden. Waar geïnstrueerd? Want wij begrijpen dat er wel handtekeningen op enig moment zijn gezet, maar dat was eigenlijk pas veel later dat mensen een conflict of interest declaration moesten tekenen, dus een verklaring dat ze geen. Ja, ik heb u net uitgelegd dat de activiteiten van in de Netrain Consulting tijd monitorden wij inmiddels het urenregistratiesysteem dat mensen onafhankelijk werkten, dus niet op andere projecten werkten. En wij instrueerden de mensen vooraf dat ook niet plaats zou moeten vinden voordat zij daaraan werkten. In een latere fase, volgens mij is dat in 2010 geweest, hebben we dat systeem van conflict of interest declarations ingevoerd, wat in wezen een Lloyds generiek model is. Waarmee Lloyds eigenlijk alle onafhankelijke werkzaamheden vastlegt die in het hele concern plaatsvinden. Maar heeft het personeel op het VIRA-project nou dubbelrollen vervuld of niet? Bij mij weten niet. Dus de keuring kan ook nooit zijn beïnvloed door dubbelrollen? Bij mij weten niet. Maar herkent u wel wat ik zeg? Want het lijkt een beetje alsof ik van een andere planeet kom met mijn analyse. Want u kijkt mij wat verbaasd aan. Het is iets wat, zeg maar, bij toen wij als Netrain Consulting op zo'n manier NOBO-activiteiten begonnen te ontwikkelen en ook onze accreditatie hebben verkregen bij INT, is dit gewoon een heel groot punt van aandacht geweest van hoe scheiden we die rollen en hoe registreren we dat en hoe kunnen we dat uitleggen aan inspecties bij audits. Dus van het begin af aan, wij zijn volgens mij weer begonnen in het jaar 2000 ongeveer, schat ik zo in. Tot later is dat een aandachtspunt geweest.
En in 2010 hebben we zelfs dan een andere structuur erop gezet met die conflict of interest. Mm-hmm. Dus u erkent wel dat er sprake kan zijn van conflict of interest, anders zouden de mensen al niet eens een verklaring moeten tekenen. Dus één bedrijf die twee rollen vervult, dat bergt een risico in zich. Dat bergt een risico en dat risico dat hebben we volgens mij op deze manier aangepakt. Kijk even naar mevrouw Bergkamp. In antwoord op de vraag van mijn collega van Toornburg gaf u aan dat dubbelrollen in het Vira-project niet zijn ingevuld. Bij mijn weten niet. Ja. U heeft zelf in het project tot 2008 gewerkt voor Lloyds Nederland in opdracht van Ansaldo Breda en dan voor de keuringsinstantie. Maar u heeft ook vanaf 2011 voor Lloyds Europe een opdracht gedaan namens HSA, de vervoerder. Dat klopt. Dat betekent toch dat u twee rollen heeft gespeeld in hetzelfde project? Ik heb in de periode tot eind 2008 keuringswerk verricht. Daarbij heb ik me strikt gehouden aan de rollenscheiding uiteraard. Daarna ben ik ongeveer 2 jaar uit het project geweest. Ik ben zelfs 1,5 jaar niet in Utrecht geweest, omdat ik volledig gedetacheerd had bij een klant. Ik ben toen teruggekomen. Ik heb eerst aan het Thalys project gewerkt voor certificering van een nieuwe softwareversie. En vervolgens is mij gevraagd of ik een rol kon vervullen in het HSA-project. Maar we hebben net in dit verhoor, mevrouw van Toornburg heeft daar een aantal vragen over gesteld, hoe het zit met die dubbelrollen. En u geeft aan, bij mijn weten zijn er geen dubbelrollen geweest in het project Vira. Maar u heeft zelf 2 verschillende rollen gespeeld in dat project. Misschien niet gelijktijdig, maar wel chronologisch. Ja, ik geef ook aan dat het dus in verschillende fasen van het project is gebeurd. Dat ik daar in de latere fase ook, zeg maar, geen invloed uitgeoefend heb op het Notified Body project of daar bij keuringen betrokken ben geweest. En zegt u daarmee van die dubbelrollen, je moet ze niet gelijktijdig doen, maar chronologisch maakt het niet uit? Je moet altijd afwegen, en dat is ook in mijn specifieke geval zo gebeurd, of dit wel kan. Die afweging is ook bij ons gemaakt. We hebben dat besproken met de ILNT, we hebben het zelfs besproken met Ansaldo Breda en NSF Financial Services was op de hoogte. En HSA heeft mij toen gevraagd om dit te gaan doen. En u vindt zelf dus dat dat ook kan? Ook vanuit de schijn van geen onafhankelijkheid? Als je in hetzelfde project 2 verschillende rollen, vanuit 2 verschillende opdrachtgevers, Ansaldo Breda en vervolgens de vervoerde HSA. U vindt dat zelf voor uw eigen integriteit of onafhankelijkheid geen probleem? Ik kan daar voor mijn integriteit gewoon volledig achter staan. Ik kan ook begrijpen dat het voor een buitenstaander een schijn opwekt die er feitelijk niet is. U gaf net aan, hè, in vraag van mevrouw van Toornburg over accreditatie. Maar is Lloyds nou geaccrediteerd volgens de Raad voor Accreditatie? U bedoelt waarschijnlijk niet de Raad van Accreditatie. U bedoelt waarschijnlijk een EN-norm. De norm 17020. Ja. Even uit mijn hoofd. Op dit moment is Lloyds in de nieuwe structuur geaccrediteerd volgens EN 17020. Voor en sinds wanneer is dat? Dat is... Ja, wij maken sinds, denk ik, begin dit jaar, ik ben niet helemaal bij dat project betrokken, gebruik bij onze nieuwe certificering van de accreditaties van Lloyds Register Verification in Engeland. Maar het is nu zo dat u geaccrediteerd bent en dat is, u weet niet precies wanneer, is dat iets wat nieuw is? De accreditaties voor notified bodies volgens deze norm, er kwam meer aandacht voor of werden verplicht. Voor zover ik weet, ik ben zelf niet echt helemaal bij betrokken geweest bij dat stuk. Maar je bent wel in ongeveer 2010. Ja. We moesten de verschillende notified bodies, niet alleen wij, zo'n accreditatie halen. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht via een accreditatie van onze bedrijf in Engeland. Dus u bent, Lloyds is geaccrediteerd conform de Raad voor de Accreditatie? Volgens mij wel. We zijn pas ook weer als nationale keuringsinstantie geaccrediteerd. Ja. En u weet niet wanneer dat heeft plaatsgevonden? U zegt 2010 had u het over? Ja, in 2010, dat kunt u natuurlijk in het rapport van Horvat lezen, moesten wij een auditplan of een actieplan inleveren om dat te behalen. Daar is toen met de Raad van Accreditatie over gesproken om dat te behalen. Uiteindelijk is er tussen begin dit jaar of eind vorig jaar en 2010 gekozen voor een andere structuur, waarbij we niet door de Raad van Accreditatie werden geaccrediteerd, maar via de accreditatie van ons Engels bedrijf werden geaccrediteerd. En daar heeft ENT ook mee ingestemd. Maar mijn vraag was, het is leuk dat het via een Engels bedrijf, maar mijn vraag was in de Nederlandse situatie, we hebben het over de Vira,
Ik zou niet zeggen dat het een Nederlands product is, maar de hele toelatingscertificering komt vanuit Nederland. Of Lloyds vanuit de Nederlandse wetgeving geaccrediteerd is. De EN-wetgeving is Europese wetgeving. U kunt dus een accreditatie in verschillende landen aanvragen volgens die EN-norm. Maar in Nederland, dat die in Nederland geldt. In Nederland waren wij op dat moment niet geaccrediteerd, heb ik ook gezegd, volgens die U was toen niet geaccrediteerd, dat snap ik. En de Raad van Accreditatie, heb ik begrepen, had ook problemen met die verschillende rollen. Dat je in feite het werk gaat keuren waar een andere collega over geadviseerd heeft. Hè, dus die had daar vragen over. Maar mijn vraag was, bent u nu als Lloyds geaccrediteerd in Nederland? Ja, we zijn geaccrediteerd. Wij zijn geaccrediteerd als Notified Body in keuringsinstantie door INNT. En onderliggend daaraan, zoals ik net heb geschetst, is de accreditatie van ons Engelse bedrijf, die door, niet door de Raad van Accreditatie, maar volgens mij door UCRAS is geaccrediteerd, volgens de 17020-norm. Ja, maar ik had het over de Raad voor Accreditatie. Ja, maar het is niet zo dat de Raad van Accreditatie elk bedrijf moet accrediteren. Je kunt naar de Raad van Accreditatie, maar je kunt ook naar andere accreditatie. Ik wil er geen woordspelletje van maken, maar is Lloyds nou geaccrediteerd? Voor zover door ik weet. De Raad voor Accreditatie? Nee, volgens mij niet. Dat nog steeds niet? Nee, dan zijn we er daar nu. Maar volgens mij gaat dat ook niet gebeuren en is dat ook niet ja, verplicht. Ja, maar mijn opmerking, meneer Borgen, komt er vandaan dat de Raad voor Accreditatie problemen had met de dubbelrollen binnen Lloyds. En ik kreeg even de indruk uit uw verhaal dat u wel een accreditatie had, conform de Raad voor Accreditatie. En daar was ik een beetje verbaasd over. Volgens mij zijn we hebben nu geconcludeerd dat de Raad voor Accreditatie nog steeds geen accreditatie heeft gegeven vanwege maar die dubbelrollen. Maar die speelt daar ook geen rol meer in. Nou ja, ze hebben in ieder geval geen accreditatie gegeven vanuit die verschillende rollen. Even terugkomend op dit onderwerp. Staatssecretaris Mansveld heeft op een gegeven moment een onderzoek uitgevoerd naar dat vergunningsverleningsproces. En zij stelde ook dat de ILT te weinig toezicht heeft gehouden op de keuringsinstantie. Te weinig handhavingsaudits, maar er was ook een probleem met die onafhankelijkheid. Namelijk over die eigendomsstructuur. Dat medewerkers van Lloyds Nederland in dienst zijn bij Lloyds Europe. Hè, dat het één bedrijf is. Wat vond u van die conclusiebevinding van de staatssecretaris? Vanuit het onderzoek, want zij heeft de aanbeveling omarmd. Ik ken die conclusie niet in zo'n detail. Ik ken wel de rapportage van het bureau Horvat daarover. En daar is geconcludeerd dat dit in het V250-project geen rol heeft gespeeld. Wat uit het onderzoek blijkt, is dat er te weinig toezicht is geweest vanuit de inspectie op de keuringsinstantie. Te weinig handhavingsaudit. En een andere opmerking over dit project was over de onafhankelijkheid. Letterlijk de eigendomssituatie van Lloyds Nederland ten opzichte van Lloyds Europe had moeten worden beschouwd. Dat is een letterlijk citaat uit het rapport. Dus met andere woorden, de staatssecretaris die de conclusies heeft overgenomen van het rapport had ook problemen met de eigendomssituatie. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat wij als Lloyds register daar aan gewerkt hebben. Ik ben natuurlijk uitvoerend in die organisatie. Ik bepaal niet het kwaliteitsmanagementsysteem of de procedures. En inmiddels is dat probleem opgelost en hebben wij een nieuwe aanwijzing gekregen van INT als Notified Body en als keuringsinstantie, waarmee wij voldoen aan alle eisen. Maar dus, daarvoor, als de staatssecretaris daar moeite mee heeft, moet ze ook wel zeggen wat er zou moeten veranderen. Ja. Of wat er niet goed is. Ik geef het woord aan de voorzitter. Nou ja, misschien dat zowel in België als in Frankrijk die dubbelrollen gewoon verboden zijn. En dat is toch niet iets, het zijn landen die ook kritisch kijken, ook Europese wetgeving volgen. En daar is het besluit vrij duidelijk. Die dubbelrollen in een dergelijk proces is aan de ene kant toekijken, meekijken tijdens de bouw, aan de andere kant daar de certificaten voor geven. Die twee dubbelrollen mogen niet in het buitenland. Ik ken ook buitenlandse notified bodies die zich op deze manier inrichten. U zegt een Belgische notified body, onze collega Belgische notified body in dit project was ook een vrij klein bedrijf, het bedrijf het Belcorai, die veelvuldig gebruik maakt van ingehuurde mensen van de NMB'ers. En eigenlijk vindt u dat ook terug bij sommige TÜV-certificeringsbureaus. Ook het Franse bureau Certiver is een relatief klein bedrijf, wat naar behoefte van een certificeringsproject specialisten moet inhuren.
Dus eigenlijk zegt u, in andere landen mag het niet, maar gebeurt het ook toch? Ja, in Engeland zeker. Dat ken ik ook voorbeelden. En het is ook logisch dat het gebeurt. Het aantal certificeringsopdrachten is niet heel groot. U kunt niet een volledige gespecialiseerde organisatie in de lucht houden voor de hoeveelheid werk die er is. Dat is één. Een tweede punt is dat de specialisten die nodig zijn, die willen wij graag laten roleren over verschillende activiteiten. Dus die doen in andere projecten stukjes engineering of stukjes onderhoud. Die krijgen zodanig veel meer ervaring om goed naar die treinen te kunnen kijken. En als ze dan uiteindelijk ervaren zijn, dan pas zetten wij ze in als inspecteur in certificeringsprojecten. De mensen die bij ons in het project hebben gewerkt als assessor of auditor zijn over het algemeen de senior mensen met 10 tot 20 jaar ervaring. Nou, ik hoor u duidelijk aangeven wat de voordelen zijn van het gebruiken van expertise. Maar wij houden u ook voor dat zowel de Raad van Accreditatie als wetgeving, althans op verschillende plaatsen, die dubbelrollen niet toestaat, omdat er een schijn van niet-onafhankelijkheid zou kunnen ontstaan op een behoorlijk kwetsbaar punt, namelijk de veiligheid van bijvoorbeeld een trein. Ik ben met de conclusie veiligheid van de trein niet eens. De veiligheid van de trein, de beoordeling daarvan, is afhankelijk van de deskundigheid van de mensen die dat beoordelen. En ik heb ook gezien dat daar heel deskundige mensen een heel deskundig oordeel over geveld hebben. Ik begrijp wel de schijn van onafhankelijkheid en de bezwaren van de Raad van Accreditatie. En wij zijn ook als Lloyds register continu bezig om ons daar beter op in te richten en hebben dat ook inmiddels gedaan. Een ander kwetsbaar punt is de financiering van keuringsinstanties. Daar wil ik ook nog even naar kijken. Want het is zo dat de ILT in een document dat ook uiteindelijk bij de Kamer is gekomen, heeft aangegeven dat certificerende instanties door fabrikanten worden betaald en dat er wel economische druk is op certificerende instanties om zo goedkoop mogelijk te werken. Waardoor de kwaliteit van controles onder druk kan komen te staan. Herkent u dat beeld op het spoor? Met betrekking tot het V250-project herken ik dat niet. Daar was bij de selectie van de keuringsinstantie zeer weinig concurrentie, bijna geen concurrentie. Wij waren toen vrijwel het enige bureau wat dat kon uitvoeren op dat moment. Je ziet tegenwoordig dat er meerdere keuringsinstanties gevraagd worden aan te bieden om een keuringsproject. En dat daar dan inderdaad naast kwaliteitsaspecten of aspecten dat een keuringsinstantie in een bepaald land is actief is, dat er ook prijsaspecten mee een rol spelen. Dus in dit geval heeft u het niet gezien, maar u ziet wel het risico mogelijk opdoemen omdat er meerdere keuringsinstanties zijn, dat er straks gaat worden gekeken naar de prijs. Maar u maakt wel een prijsafspraak en daarmee bepaalt de leverancier voor een deel de zwaarte van de controles. Wij stellen in de regel voor keuringsopdrachten op basis van nacalculatie te doen. Dat betekent dat we wel een schatting maken van wat de kosten zullen zijn, maar dat we de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. Het is natuurlijk zo, als wij, als het budget op is, besluiten om geen certificaat af te geven omdat de trein niet voldoet, ja, dat de opdrachtgever dan eigenlijk kan kiezen om het contract met ons te beëindigen en met een andere in zee te gaan of onze meerwerkopdracht te kan geven. In het geval van de V250 is dat ook regelmatig gebeurd. Dus wij hebben in het V250-project heb ik niet waargenomen dat de kwaliteit van de keuringen door prijsdruk minder zijn geweest. Okay. Het is wel een zorg naar de toekomst. De markt voor keuringsinstantie wordt volwassen. U kunt zich ook voorstellen, en dat gebeurt ook, dat keuringen voor treinen die in Nederland moeten plaatsvinden uitgevoerd worden door keuringsinstanties die zich in Italië bevinden, bijvoorbeeld. En ja, daar heeft de INT dan ook minder zicht op natuurlijk. Dus vanuit de keuringsinstantie een beetje een waarschuwende toon. Nu is het nog een monopolie, dus feitelijk heeft u een machtsmiddel. Nee, het was toen, maar straks niet meer. Toen, ik wil niet zeggen monopolie, maar wij waren het best geëquipeerd. Nu merken wij gewoon eigenlijk bij vrijwel alle aanvragen vanuit fabrikanten dat er meerdere partijen worden gevraagd om offerten. Oké, en dat er wordt gekeken naar prijs? Onder andere. Oké. Kijk even op dit onderdeel. Misschien daar nog aan toevoegen. Ja. Ik weet ook vanuit de Lloyds-vestigingen die in Scandinavië actief zijn, dat daar overal algemeen verboden is om
vaste prijsoffertes te sturen. Die werken altijd op basis van nacalculatie. Okay. Dat zou een aanbeveling kunnen zijn. We komen tot een afronding. Wat is nou voor u de belangrijkste les, zo u een les trekt, uit het VIRA-project wat betreft uw rol en of de rol van de keuringsinstantie? Ja, ik zou toch willen kijken naar productkeuringen tijdens de spaarzame SD-audits die we gedaan hebben. Daar toch wellicht een dag extra kijken naar de specifieke trein. Dat is niet voorgeschreven vanuit de regelgeving, maar dat is wel een aanbeveling. Wellicht ook naast de non-conformities die daar geconstateerd worden, wat meer doen met het doorgeven van de opmerkingen die daar naar voren komen. Richting ILNT, richting degene die iets doen met de eindrapportage van de notified boeien. En u zegt daarnaast kijk naar wat er gebeurt op dit moment in de wereld van de keuringsinstanties. Er wordt nu inmiddels ook gekeken op prijs en ja, maar hoorde u dat ook nog zeggen? Dat is iets wat op Europees niveau moet gebeuren, omdat we eigenlijk nu op Europees niveau met elkaar aan het concurreren zijn. Een andere aanbeveling is dat in de modules, de toetsmodules van de TSI's, scherper wordt gedefinieerd wat een notified body nu exact moet doen. Dat is goed gedefinieerd in de type testmodules. Dat is heel zwak gedefinieerd in de kwaliteitsmanagementcontrolemodules. Waardoor het dus kan gebeuren dat het kwaliteitsmanagementsysteem op papier klopt en is gecertificeerd, maar of het echt wordt uitgevoerd, zoals in deze casus is besproken. Nou, dat wil ik daar niet mee zeggen, maar daarmee kan zeker gesteld worden dat alle notified bodies hetzelfde doen als gevraagd worden een keuring volgens een SD-module uit te voeren. Dan kom ik tot mijn slotvraag. Heeft u tijdens uw werkzaamheden signalen gekregen van onregelmatigheden? In het geheel niet. In het geheel niet. Geen fraudes, niets aan de hand. Oké. Dan dank ik u en sluit ik dit verhoor. Dank u wel.